doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, because you were born this way, baby. Give yourself prudence and love your friends. Subway can rejoice with truth. In the religion of the insecure, I must be myself and respect by you. If you can love her, it's not a sin. The deep capital H-I-M. I'm beautiful in my way, cause God makes no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't hide yourself in regret, just love yourself and yourself. I'm on the right track, baby, I was born this way. Ooh, there ain't no other way, baby, I was born this way. Baby, I was born this way. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, you're a black, white, bitch, while I said, you're Lebanese, you're Orient. Whether life disabilities left you outcast for liberty, rejoice and love yourself today, cause baby, you were born as one. No matter gay, straight or bi, let's be a transgender life. I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, or love or Orient, babe, I'm on the right track, baby, I was born. Nou, kunnen jullie nog, kan er nog één iemand blijven? Nog even, dat ik even nog een paar vragen stel. Wat fijn dat jullie hier trouwens allemaal zijn. Maar we hebben een prachtig... want jij staat hier nou nog. Maar, ik sta hier nog, ja. Ja, en, maar wat een prachtig nummer. Dank je wel. Ja, en wie... het is Glority? Nee, Unity. Unity, ja. Unity, ja. Is toch, straks gaan we eigenlijk echt de inleiding doen, hoor. Maar, ja. Ja, oh, je hebt zelf een microfoon. Okay, ja, ja. Ja. Want wanneer zijn jullie opgericht? Ja, Unity. Nou ja, het bestaat al volgens mij ruim een jaar. Ik ben de gelukshebber dat ik hier nog pas recentelijk op zit. Dus je hebt gelijk de goede te pakken. Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat,
dat het een superleuke groep is die vele verschillende projecten aanpakt. En vandaag staan we dus hier op Coming Out Day. En super enthousiast allemaal. Ja, en hebben jullie zelf ook ervaring met Coming Out? Nou, dan heb je ook weer de goeie te pakken, ja. Ik ben lesbisch, hey. Oh, hoi. Uit de kast, ja. Nee, ik val vrouwen. En hoe is je coming out? Wie weet het al, dat je lesbisch bent? Nou, nu net nog niemand, maar nu iedereen. Ja. Maar, nee, ik ben openlijk uit de kast. Ja, iedereen weet leuk, het van mij. Want ja. Op welke leeftijd ben je uit de kast gekomen? Ik was 14. 14. Ja. En hoe reageerden je ouders? Ze zit daar, in de bruine jassie. Dat is mijn moeder. Kijk, ik heb een zaklampje. Oh ja, daar. Hoe reageerden jullie, eerlijk zeggen? Oh, een feestje. Ja. En een familie. En eerst heeft ze het aan ons gezellig verteld. En wij hadden er helemaal geen probleem mee. Nee. Ik bedoel, zo heeft ook een nichtje die lesbisch is. Dus bij ons is dat gewoon. Ja. En het is ook helemaal geen issue. Eigenlijk ook helemaal, hoeft helemaal niet besproken te worden. En toen waren we met de hele familie op vakantie. En toen liet ze een servetje rondgaan met van... ik kom uit de kast of iets dergelijks. En die ging rond en dan iedereen werd liefst opgeschreven. Oh. Ik heb hem nog steeds. Wordt leuk. En het is ook goed in de zaal te horen, hè? Je hebt een hele goede... Die vrouw heeft volume. Wat zeg je? Ik heb een goede luide stem. Ja, je hebt een goede luide stem. En heb je zelf ooit ook lesbische neigingen gehad? Nee, dat vraag ik er ook steeds, maar ze wil maar niet. Nee, ze wil maar niet. Maar zo kan het dus ook. Ze zoekt nog wel een leuke vriend trouwens. In de pauze, ik weet niet. Wat zijn jullie een goed voorbeeld hoe het ook kan, eigenlijk? Want vanmiddag zullen we het ook wel hebben over situaties waar het veel slechter ging en ouders die niet zo enthousiast waren. Op welk moment dacht je het eigenlijk wel van je dochter? Ik heb het altijd geweten. Altijd al geweten. Dus haast in die richting geduwd ook een beetje. Ik dacht dat ik zwanger was van een jongen. Oh ja, zie je, dat is een bekend verschijnsel. Ja, dit is nee hoor. Nee. Oh, ja. Een vriendinnetje op haar ja, maar dat wat leuk. Bij. Maar wat een... Dat hoef je niet te zeggen, man. Maar vind je het... maar vind jij het niet jammer dat je dan geen problemen gehad hebt? Nou, nee, dat vind ik niet jammer, nee. Nee. Ik hoor soms verhalen van mensen om me heen die dat wel hebben gehad. En dan besef ik wel hoe gelukkig ik mag zijn met de route die ik heb kunnen belopen. Ja. Dus ik ben vooral heel dankbaar. Ook. En op school? Nou, wat fijn om dat te horen ook. En op school, hoe reageerden ze daar? Op school ben ik ook uit de kast gekomen. Op mijn middelbare school, ook op mijn studie. En daar werd het ook allemaal positief ontvangen. Oh. Dus wat dat betreft... Heb je geluk gehad? Ja. Ja. Nou ja. Nou, wat mooi dat dit meteen een voorbeeld is... ook wat je nooit meer vergeet... van hoe het dus ook kan in een gezin. En zoals jij ook... met veel enthousiasme daarmee naar buiten komt, eigenlijk. Ja. En hoe heet je? Zoe. Nou, Zoe ook nog Gerritsen. Een mooie naam ook nog. Nou, bedankt en heel veel plezier. Ik zie je denk ik straks nog. Ja, oké, tot straks. Veel plezier allemaal. Nou, zij hebben toch al een hele mooie opening gehad. Maar de officiële opening wordt gedaan door Marianne Stijn... van wethouder. Ja, daar zit Marianne. Ja, ik kan naar de zaal ingaan. Als je dit trapje neemt, want die is gevaarlijk. Maar dit trapje is goed. Was meteen al een heel fijne opening eigenlijk. Hè, van een jong iemand. Want hoe oud is je dochter eigenlijk? 21. Die dan Hallo. Zo. Ja, ja. Oh, jullie dochter. Nou, ik ken Zoe's moeder vrij goed, dus nu snap ik het. Ja. Nu snap ik het. En je had het nooit gedacht ook van die dochter? Zulke gesprekken hebben we eigenlijk niet eerder gehad. Wel over iedereen doet mee en iedereen telt mee in Velsen. En wat kunnen wij daar nou als gemeente aan doen om dat mogelijk te maken? Ja. En wat mij opvalt aan Zoe is denk van... zij vindt het zo gewoon en zij accepteert zichzelf zo mooi zoals ze is. En dat straalt ze uit. En ik denk dat dat wel helpt. Dat als je er zelf
echt voor staat. Ik ben wie ik ben, ik mag zijn wie ik ben en dat is oké. Dat het dan ook veel makkelijker wordt voor iedereen om dat, daar ook zo gewoon mee om te gaan. Ik hoop dat daar zou je eigenlijk naartoe willen. Maar vaak is het ook door de samenleving waarin we leven voor jongeren best nog moeilijk sowieso voor zichzelf al te accepteren wie ze zijn en dan nog die stap te zetten. Hoe vertel ik het de buitenwereld? Ja, we hadden trouwens afgesproken dat ze zouden tutoyeren. Ja. Ook, ja. Mag ik ook? Hè? Ik mag ook. Ja, graag. En heb jij zelf ook lesbische neigingen gehad? Nou, daar ben... nou, ik moest wel lachen toen jij zei van... ik dacht dat ik een jongetje zou krijgen. Toen zei ik al tegen mijn moeder, oh, dat dacht mijn moeder ook. Dus misschien moet ik toch nog wel eens na gaan denken. Maar ik heb het nog niet gehad. Ik heb wel hele dierbare vriendinnen. Want ik denk dat je ook van elkaar kan houden op verschillende manieren. En dat is ook een warme band. Maar daar blijft het ook bij. Ik ga graag weer... terug naar mijn echtgenoot in huis. Ja, maar eigenlijk is het... we hebben nu middag juist een coming-out Velsen. Ja. Dus een coming-out... Ja. Jij zegt het. Weet ik niet. Nee, maar de warmte van vriendinnen onder elkaar. Ja, en het... ik moet ook even denken ook aan waar we het natuurlijk ook net over hebben gehad. We hebben de regenboogvlag. En het lijkt wel alsof daar elke keer weer een tekentje bij moet, omdat er weer een groep apart bij komt. En dat vind ik zo jammer. Het zou toch eigenlijk niet nodig moeten zijn dat je in een hokje staat. Nee. Wij doen ons uiterste best. Ik doe als wethouder hier van Sociaal Domein mijn uiterste best om die hokjes weg te halen. Ja. En dat is mijn grootste wens. Maar daar is nog heel veel voor te doen. Ja, en daar zet ik me ook graag voor in. En daarom is dit natuurlijk fantastisch, een coming out day die ik... van harte ondersteunen en ook mogelijk maken. En ik ben ontzettend blij dat er nou weer meer mensen in de zaal zitten dan vorig jaar. Dus fantastisch. Ja, het kan nu weer, hè, qua corona. Ja. Dat er weer een soort bevrijding is. Maar die hokjesgeest, want er komt, wat je zegt, LHBTI en er komen steeds dingen bij. Moet er niet een andere naam verzonnen worden dan vroeger? Had je het COC, gewoon Cultureel Ontspanningscentrum. En dat was het. En daar hoorde iedereen... bij. Want nu heb je juist de neiging om te denken van, ik wil nergens bij horen eigenlijk. Dat heb ik tenminste wel, dat ik denk van, hoor ik nou tot de LHBTI, de BTI gemeenschap, dan denk ik van, nee, ik ben gewoon wie ik ben en het is een onderdeel van jezelf, maar of je nou daar tot die gemeenschap wil behoren. Maar een andere naam voor... Dat is wel leuk, dat we maken we nieuws ook. Als we een nieuwe naam verzinnen voor LHBTI. Een vrolijke naam. Ja. Nou, wat ik wel... daarom praat ik ook zo graag met mensen uit de LHBTI-groep. Om daar ook achter te komen van hoe voelt dat nou? En ik had ook nog niet zo lang geleden een mooi gesprek... maar daar zei ook maar het was ook wel veilig als je wist, hier hoor ik bij. Ja. En het is ook dat met z'n allen, en wij zijn met z'n allen de samenleving, maar er wordt nog te veel gewezen, in een hokje gezet, er zijn vooroordelen en er wordt ook geoordeeld over mensen. En zolang dat er nog is, kan ik me voorstellen dat mensen die veiligheid zoeken in hun eigen groep. Ja. Dus we moeten als hele samenleving hebben de verantwoordelijkheid om dat te doorbreken. Dus ik sta naast jou om ervoor te gaan. Jij bent iets populairder in het land dan ik. Nou, laten we daar één mooie gezamenlijke naam voor gaan bedenken. Ja, nou gaan we dat doen. En is dit ook al de inleiding eigenlijk? Nu? Wat mij betreft wel, want beter dan jij en de inleiding die we gehad hebben, kan ik niet doen. Ik ben heel blij dat we hier allemaal zitten en ik wens jullie gewoon allemaal een hele mooie, warme en saamhorige middag. En dat gaat lukken volgens mij. Nou, hartstikke bedankt en straks kom je nog weer terug. Ja, hartstikke bedankt. Gaan we klappen. Nou, wat fijn om in Velsen zo... een wethouder te hebben. Je hebt er nog wel meer, maar deze die kennen we nu en die straalt de juiste warmte uit die we nodig hebben. En we gaan ook dus de komende
komende middag ook een nieuwe naam verzinnen voor de LHBTI-gemeenschap. Zonder dat het een discussie wordt, hoor. Want we hebben andere onderwerpen die we ter discussie gaan stellen. Ik ga nog even heel kort de zaal in voor het eerste homo-echtpaar wat hier in Velsen getrouwd is. Zal ik even de zaal in. En daarna gaan we echt beginnen ook, hoor. Ja, jullie zijn ook leuk, hoor. Ja. Waar zit het echtpaar? Oh, hier. Ja. Want hoe lang is het geleden? Hoe heet jij? Ik ben Koos Molenaars. Ja. En het is 20 jaar geleden dat we hier getrouwd zijn. 20 jaar geleden. 20 jaar, ja. Ja, je bevestigt dat. Dat is ook wel een goed echtpaar. Ja. Dat de ander niet meteen zegt, nee, het is 15 jaar geleden. Zo. En hoe heet jij? Johan. Johan. En 20 jaar geleden. En hoe lang kenden jullie elkaar daarvoor? 10 jaar. Wij kennen elkaar nu 30 jaar. En na die 10 jaar hebben we toch besloten om het maar vast te leggen. Hè? Ja. Dus nadat Johan zei van alles is van jou. En alles wat van jou is van mij. En wat van mij is, blijf je af. en doe je ogen eens dicht. Nou, dat deed ik toen. Nou, wat zie je nu? Ja, niets. Dat is van jou. En daarom zijn we nu nog bij elkaar. Oh, wat lief. Ja. Wat zoet ook. En het is, want je hebt ook wel mooie schoenen trouwens ook. Ja. Maar je hebt ook huwelijken. Mensen die al heel lang bij elkaar zijn. Dan gaan trouwen. En dan meteen uit elkaar gaan. Ja. Wij kennen ook een homostel. Ook een van de eerste homostellen. Ja. Een jongen die al 2 keer getrouwd is. En ook 2 keer gescheiden. Ja. Maar die neiging hebben jullie niet gehad? Nee, absoluut niet. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. We hebben elkaar trouw beloofd met ups en downs. En die zijn er natuurlijk ook geweest. Ja. Maar we zijn nog steeds bij elkaar en dat blijft zo. Nou, jullie stralen ook allebei. Dus het is goed eigenlijk. Wat vinden jullie daarvan dan? Ik vind het leuk. Mijn dochter is ook getrouwd met een meid. Kijk. Oh, laat ik maar even trots gelijk zien, hè? Ja, laten we even zien. Kijk eens even. Oh ja. En ik ben tante van Sovi, hè? Oh, wat leuk, ja. Nou, wat gezellig. Wat een goede sfeer, hè? De oma van Sovi. Oh, de oma, ja. En jullie waren het er ook meteen mee eens zo. Ja, prima. Ja. Ja, zie je, zo kan het ook. Maar dan moet je wel voor in Velsen zijn ook, hoor. Zo, hebben jullie zin om meteen op het toneel te gaan? Ja, is goed. Dat is leuk. Tenminste, dat vind ik. Ja. En dat zijn dus Lisa van Ginneke, en ik moet het ook precies ook zeggen, Maria Lust. Lisa van Ginneke en Maria Lust. En Maria Lust, die is, ik ga niet zeggen de zuster van, maar het is wel zo. Van Dirk Jan. Ja. Dat is ook een broer. Ja, zie je, die wordt nooit genoemd, die broer. Nee. En zit hij daarmee? Nee, daar zit hij niet mee. Nee. Volgens mij niet. Ik heb het hem eigenlijk nooit gevraagd. Maar hij, ja. En die is... moet ik eigenlijk met de microfoon zo doen? Of? Dat is handiger, hè? Nee, ik hou hem wel zo vast. En die is gewoon, zie je, bekend zien het vooroordeel wat ik ook heb. Wil ik zeggen, die is gewoon hetero. Maar nou, die is eigenlijk... zeggen juist wel eens dat hij ook lesbisch is. Oh, ja. Ja, dat kan ook. Want hij valt ook op vrouwen. Hij valt op vrouwen, ja. Ja, ja. Maar hij laat zich niet ombouwen. Of hoe zeg je dat? In transitie gaan, toch? Zo noem je dat, ja. Ja. Ombouwen, dat doe je met je keuken als je denkt, ik ben een beu. Maar als je denkt, hey, mijn lichaam klopt niet met wie ik ben, dan ga je in transitie. Ja, want dat is meteen al een vooroordeel, dat mensen het net ook over ombouwen hebben. En je hebt meteen je antwoord klaar. Wanneer ben jij in transitie gegaan? Rond mijn 40ste. Dus ik heb er lang geaarzeld. Je zou kunnen zeggen, ik ben misschien wel traag van begrip geweest. Maar ik groeide als kind niet op in een omgeving waar je heel makkelijk sprak over welke letter van de LHBTI-afkorting dan ook. Nee. Dus ik heb heel lang geen ruimte gevoeld om dat uit te spreken. Maar ook misschien omdat in die tijd het
moeilijker was? Of er minder over gesproken werd? Nou, dat ook wel. Maar zo oud ben ik nou ook weer niet. Dus het is ook gewoon de omgeving waarin je opgroeit. Het was voor mijn ouders niet iets waar ze heel vertrouwd mee waren. En waar ze überhaupt zich raad mee wisten. Nee. Dus ik moest het ook echt hebben van rolmodellen op tv. En wat was een rolmodel? Nou, ik heb... Ik heb er ook over verteld in mijn maiden speech. Dat was mijn eerste officiële toespraak in de Tweede Kamer. Dat ik een jaar of... hoe oud was ik? Rond 10 geloof ik. Zag ik op televisie een documentaire van een transvrouw. Die midden in haar transitie zat. Dus ze moest nog medische behandelingen ondergaan. En ze was bijvoorbeeld ook nog bezig met haar gezicht te ontharen. En om dat te doen moet je je baard laten staan. Want anders kan de huidtherapeut haar niet verwijderen. Oh, ja. Maar ze leefde al als vrouw. En het beeld wat op mijn netvlies gebrand staat... was het beeld dat ze stond voor de spiegel... zich mooi te maken om naar buiten te gaan. Maar ze had al 3 dagen een baard laten staan... want ze moest binnenkort haar gelaat laten ontharen. Ja. En dat maakte zo'n diepe indruk op mij. Dat vond ik zo pijnlijk voor haar. En ook omdat ik mezelf realiseerde van... ja. Dit gaat misschien ook wel een heel klein beetje over mij. En dat vond ik zo confronterend dat ik dat toen maar heel lang heb weggedrukt. En uiteindelijk heb jij dat ook moeten doen, je baard laten staan. Zeker, ja, ja, ja. Dus dat is een van de moeilijke dingen van zo'n transitie. Dat je best een hele lange tijd in een soort hybride lijf leeft... waar je je heel moeilijk in kunt thuisvoelen. Ja, maar hoe reageert hoe reageer jij op de omgeving... Want je ziet aan blik natuurlijk dat ze vragen hebben en de vragen niet durven te stellen. Geef je dan antwoord zonder dat je een vraag krijgt? Nou, ik ben niet zo heel prekerig aangelegd. Ik vind ook, want je had het net over ombouwen. Dat is een woord wat voor trans mensen niet heel fijn voelt. Nee. Maar ik neem het mensen niet kwalijk als ze het gebruiken. Ik zeg er dan wel wat van. Ja, heel geestig. Dank je. Ja. Ik vind het belangrijk dat mensen ook zich vrij voelen om erover te kunnen praten. Dus ik ben nooit zo heel erg voor een taalpolitie. Daar schieten we niet zo heel veel mee op. Want de bedoeling is juist dat we met elkaar in gesprek gaan. En als ik jou voortdurend ga corrigeren op de dingen die je zegt, dan hebben we geen gesprek meer. Nee. En dat dus je aanvaardt dat, je aanvaardt de vooroordelen die in de maatschappij leven. Zonder dat mensen... zich daar bewust van zijn. Nou, maar dat is het precies. Hè. Kijk, mensen die vooroordelen hebben, die hebben ze niet gekocht of gekozen. Die zijn ze ingegoten, omdat ze zo opgegroeid en opgevoed zijn. Dat is iets van onze cultuur. Dus daar kun je mensen individueel niet zo heel makkelijk verantwoordelijk voor houden. Maar we hebben wel met elkaar een verantwoordelijkheid om daar wat aan te doen, denk ik. Ja. En hoe is je maiden speech in de Tweede Kamer gevallen? Ja, dat klinkt dan ook meteen negatief, want hij is niet gevallen. Zo is de uitdrukking inderdaad. Hij ging zweven, zou je zelfs kunnen zeggen. Ja, want hij is ook op social media behoorlijk veel gedeeld. Hij heeft veel aandacht ook gekregen. Hij viel goed, om het zo maar te zeggen. Maar wat ik wel mooi vond was... zo'n maiden speech, voor wie dat concept niet kent... dat is dan de officiële eerste keer dat je het woord neemt. In de praktijk is het helemaal vaak niet de eerste keer. Maar dan doe je dat als Kamerlid, als nieuw Kamerlid bij een debat waarvan je vindt, hey, daar past mijn persoonlijke verhaal bij. En in mijn geval was dat een debat over identiteitsbewijzen, over nieuwe Europese regels voor ons paspoort. Eigenlijk een heel saai onderwerp. Maar ik dacht, ja, dat gaat over identiteit, dus daar wil ik mijn maiden speech aan koppelen. En voor mij in dat debat nam Martin Bosma het woord namens de PVV. En die begon natuurlijk vuil te spuiten richting Europa. Dat vond hij helemaal onzin. Maar hij dacht ook, ja, identiteit, dat gaat over genderideologie, zoals hij dat dan noemde. Iets wat naar mijn idee niet bestaat. En hij begon zijn gal te spuwen en te fulmineren tegen alles wat divers was. En mannen mogen geen mannen meer zijn en dat soort termen. En daarna mocht ik mijn... ja, toch wel liefdevolle en inclusieve betoog houden. Dus ik was eigenlijk wel blij met Martin, omdat hij daarmee kon ik een mooi contrast maken. Heb je dan wel je gevoel onder controle? Want ik kan me voorstellen dat je kwaad wordt. Je wat het is? We hadden natuurlijk laatst bij de algemene politieke beschouwingen ook Wilders, die hier weer met genderideologie begon en al die gekkigheid en larikoek, zoals hij dat dan zegt. Ik merk dat ik niet voor mezelf boos word. Het voelt voor mij niet alsof het over mij gaat. Nee. Ik denk, ja, weet je, wat jij van mij vindt, boeit me totaal niet.
Maar ik, op dat moment ben ik me wel heel erg bewust van hoe dit overkomt bij jonge trans mensen die met zichzelf op zoektocht zijn. En ook mensen in hun omgeving. Dus wat Wilders zegt, wat Posma zegt, wat wie dan ook zegt, heeft echt invloed op hoeveel ruimte en veiligheid LHBTI'ers krijgen van hun omgeving. En dat is letterlijk van levensbelang. Ja. Dus ik heb ook wel, naar aanleiding van wat Wilders deed bij de algemene politieke beschouwing, gezegd van ja, dit wat hij nu doet, kost mensenlevens. En dat vind ik wel echt schadelijk. Dus ik vind ook dat iemand die zichzelf volksvertegenwoordiger noemt, die verantwoordelijkheid ook echt moet nemen. Ja, en jij hebt dan de verantwoordelijkheid om daar tegen in te gaan en toch een soort barricade persoon te worden. Ja, nou, ik blijf me erover uitspreken. Ik zeg altijd, en er moeten heel veel mensen in mijn omgeving om lachen. Ik zeg, ik ben geen activist. Dus toen Wilders bij de algemene politieke beschouwingen zo lelijk deed, ben ik de dag daarna met koekjes de Tweede Kamer ingegaan. En alle Kamerleden hebben koekjes gegeven. Omdat Wilders die gebruikte in zijn verhaal het genderbred person, dat is een mannetje, wat je kunt gebruiken om te praten over seksuele diversiteit en genderdiversiteit. En dat lijkt heel erg op het gingerbread cookie, wat de Amerikanen aan elkaar geven met kerst. Dus ik ben de dag daarna die koekjes gaan uitdelen aan al mijn collega-Kamerleden. Met als boodschap, ja, ik vind het wel een goed idee om hierover te praten. Ja. En dat werd heel met veel liefde en dankbaarheid ontvangen. En ook bij de PVV. Ik ben ook bij de PVV op de afdeling geweest, ja. Ja, en dan blijkt toch dat als je als mens van vlees en bloed, als transpersoon van vlees en bloed, tegenover die PVV'er staat en één op één met ze praat, met een lekker koekje in je handen, ja. Dat ze dan, ja, dan zie je ineens veel meer nuance die je nooit ziet als ze denken, hé, ik sta nu in de plenaire zaal, ik heb een camera op me gericht, ik moet even mijn achterban bedienen. Nee, dan denken ze, nou, het valt wel mee. Als ze jou zien. Ja, dan zijn ze inderdaad blij verrast van, hé, wat leuk. Ja, maar dat is wel mooi om dat te merken. Als je zo'n kijkje in de keuken krijgt van de Tweede Kamer, dat je dus dan onderling wel nog kan vroeten en mensen op andere gedachten kan brengen, eigenlijk. Nou, kijk, ik heb ook toen mijn PVV-collega's opgeroepen van, ik zou het zo fijn vinden als die nuance en benaderbaarheid die ik nu ervaar, als jullie die ook gewoon eens in de plenaire zaal laten zien. In plaats van al dat polariseren. Want daar schieten we met elkaar niks mee op. Nee. En hoe reageren ze dan? Ja, dan halen ze een beetje de schouders op. En ach ja, het is een beetje Geerts en stijl. Dan denk ik, ja, stijl. Nee, je hebt een verantwoordelijkheid. Nou, maar dat hoor je natuurlijk wel vaker over Geert Wilders ook. Dat hij in de wandelgangen heel erg vriendelijk is. En dat hij ook bevriend is met Mark Rutte en zo. En dat ze op een gegeven moment de collega-Kamerleden niet meer beseffen dat het vuil wat hij spuit eigenlijk achter de microfoon, de agressie die er vanuit gaat, dat wij dat als kijker niet als grappig of als relativerend ervaren, maar als echt gif. Nou ja, weet je wat het ook is voor mij? Op het moment dat je iets zegt als politicus, dan moet je het ook voor de volle 100% menen. En als je het alleen maar zegt omdat je denkt, hé, dat vindt mijn achterban goed om te horen, en dat is dus daarmee goed voor mijn partij, dan heb je denk ik ergens de verkeerde afslag genomen. Dat zou ook mijn oproep zijn. Stop daar nou eens mee. Ja. Nou, mooi. Ik denk dat jij dan een heel goed voorbeeld bent ook voor menig een, niet alleen mensen die in de transitie gaan, maar ook voor de hele gemeenschap eigenlijk, zoals we hier bij elkaar zijn ook. Ja, dus ik bedoel, dit is een hele gemengde zaal ook, hoor. Want hoeveel procent denk je dat hier bij de LHBTI-gemeenschap zit? Nou, kijk, normaal gesproken, ik heb gehoord dat er ongeveer 100 mensen in de zaal zitten. En normaal gesproken zeg je dan, nou, dan hebben we rond de 8 mensen hier in de zaal die tot de LHBTI-gemeenschap behoren. Mijn inschatting is dat het er vandaag iets meer zijn. Ja, dat denk dat ik ook. Komt omdat jij er bent, Paul. Oh ja, dat ik het aantrek. Ja, zeker. Zeg maar. Ja. Ja, ik dacht, er loopt al iemand weg, maar dat is een fotograaf. En hoe lang kennen jullie elkaar, Marianne? Lisa en ik? Ja. Nou, al zeker anderhalf uur. Oh, daarvoor niet. Nou, Lisa en ik die kennen elkaar van naam en gezicht en van social media. En omdat we voor dezelfde politieke club spelen. Maar Lisa was zo vriendelijk vanmorgen om mij een appje te sturen en te zeggen, zullen we samen naar Velsen rijden? Oh, dus, ja. Dus wij zaten gelijk in een mooi gesprek in de auto. En we zijn
buddies. Het klikte meteen. Het klikte meteen. Ja, ja, klopt. Ja, wat leuk als jullie dan samen aankomen. Dan denk je, nou, die kennen elkaar al 20 jaar of ja, zo. Of, nou ja, maar dat... Zo komt het over. Dat is mooi. Ja. Dat is mooi. Dat is hoe heet het? Vriendschap op het eerste gezicht. Mooi, hè? Zeg maar. Ja, dat is heel mooi. Dat zeg je mooi. Ja. En jij hebt ook vroeger bij Roze in Blauw gezeten. Ja, nou, vroeger klinkt dan heel lang geleden. Maar ik ben per 1 april jongsleden ben ik bij de politie weggegaan. En ik heb daarvoor 16,5 jaar bij de politie in Amsterdam gewerkt. En van die 16,5 jaar heb ik me 16 jaar wel ingezet voor Roze in Blauw. Klopt. Ja. Ja. En waarom ben je nu weggegaan? Want Ellie is ook al weggegaan. Ja, hè? Klopt inderdaad. Ja. Ellie is 3 jaar geleden bij de politie weggegaan. Ik dus nu 1,5 jaar geleden. Ja, onze verhalen zijn verschillend. Maar goed, de rode draad in het verhaal was... we zijn de politie niet moe, maar we waren de organisatie moe. Ja, ja. En dat zo'n opmerking leidt tot heel veel vragen... Ja. Die ik niet zal stellen, want dan gaan we een zijweg in... over de structuur bij de politie en de mensen die je moe bent... in de leiding van de politie, neem ik aan. En wie bijvoorbeeld? Bij de politie werken we alleen met initialen, hè? Dus daar kan ik verder geen uitspraak over doen. Nee, maar er moet wel het een en ander veranderen binnen het hele, de hele constructie, zeg maar. Nou goed, om dat bruggetje even te slaan. Hè, ik heb naast mijn reguliere politiewerk me 16 jaar ingezet voor het LHBTIQ-netwerk Roze in Blauw. Mijn suggestie is trouwens de Pride-gemeenschap. Oh, hoef je niks van te vinden, laat maar even landen. Ja, heel goed. Nou, daar zijn we meteen uit, want dat vind ik heel goed. De Pride-gemeenschap. Niet de gay-gemeenschap, maar de Pride-gemeenschap. De Pride-gemeenschap. En er kunnen ook mensen zich bij aansluiten, zoals die hele lieve moeder en waarschijnlijk ook vader en zeker. Oma en iedereen. Want als het gaat over veiligheid voor onze Pride-gemeenschap, hebben we juist wat we noemen de straight allies zo nodig. Dat zijn onze ambassadeurs ook in de buitenwereld. Wij preken voor onze eigen parochie. Ja. Maar juist de mensen die, nou ja, ik zou zeggen kennis hebben van de Pride-gemeenschap... omdat er een kleindochter of een dochter of een nichtje of een zoon of een beste vriend... tot die Pride-gemeenschap behoort, dan krijgt het een gezicht... En dat zijn juist de mensen die we natuurlijk nodig hebben om dat tegengeluid te geven in de samenleving op het moment dat onze bedreigde minderheid weer onder druk komt te staan. Ja, en het komt vaak op onverwachte momenten. Ik las gisteren in NRC Handelsblad dat er een reformatorische lobby is die de schoolboeken wil veranderen. En dat bijvoorbeeld Malmberg, een van de bekende schoolboekenuitgevers... dat die daar gehoor aan geven. Nou, sterker nog, niet wil veranderen, maar dat dat al gebeurt. Ja. En dat dat toch commerciële motieven lijkt te hebben. Omdat juist die achterban door die educatieve uitgeverijen... die willen ze niet verliezen als klant. Het stond er letterlijk in. Ja, maar dan moet toch meteen actie tegen die uitgeverijen gevoerd worden? Nou, het is goed dat dit nu aan de kaak gesteld wordt, wat mij betreft. En dat er dat ook de uitgeverijen daarin kleur bekennen. Ja. En het gebeurt, maar het zou wat mij betreft niet moeten mogen kunnen... Nou, het is nog veel erger, Paul. Want, zie je, dat is leuk. Het is nog veel erger. Nog veel erger. Dit is al erger, maar het wordt nog veel erger. Ik maak het heel gezellig vanmiddag. Ja, nee, want er is een heel goed georganiseerde en heel goed gefinancierde anti-LHBTI-lobby. Oh. Vanuit de conservatief-christelijke hoek. Die werkt internationaal. Dus in heel Europa zie je die krachten. En daar is echt een plan, een strategie om de ruimte en rechten van LHBTI-mensen af te nemen. En je ziet wat voor effecten dat kan hebben als je bijvoorbeeld naar Hongarije kijkt. Daar zijn LHBTI'ers bij grondwet bijna verboden. Ik zeg het nu iets te kort door de bocht. Maar daar is in de grondwet verankerd dat een gezin bestaat uit een vader en een moeder en twee kinderen en een hond, zeg ik dan even met een knipoog. Maar LHBTI'ers hebben daar steeds minder rechten en mogen dus ook bij wet eigenlijk niet meer zichtbaar zijn. Geen rolmodellen, mag geen voorlichting meer gegeven worden. Nee. En ik ben daar deze zomer 2 keer geweest en ik heb ook zelf ervaren wat voor vijandigheid dat dan oplevert als je daar op straat loopt.
Ik sprak heel veel LHBTI'ers daar. En ik schrok ervan hoeveel overwegen om het land te ontvluchten. En of daar zelfs al concreet voorbereiding voor aan het treffen zijn. Ja. Ja, dat vind ik wel heel kwalijk hoe dan een regering, aangewakkerd door een conservatief christelijke lobby, een hele bevolkingsgroep buitenspel zet. En wat kunnen we daar als Nederland noemen? Ik denk dat het belangrijk is om het steeds te benoemen, dus daarom doe ik dat nu ook. Ja. Ik vind het ook belangrijk dat we vanuit de EU daar druk op blijven zetten. We hebben binnen de afspraken in de EU geen afspraak gemaakt dat we een land uit de Europese Unie kunnen gooien. Maar er zijn wel andere manieren om druk te zetten. En ik ben blij dat dat ook wel gebeurt nu op EU-niveau. Maar wat mij betreft moeten we daar vooral mee doorgaan. En we moeten dat op zo'n manier doen dat niet het Hongaarse volk daar dan weer slachtoffer van wordt. Dus ja, dat is wel ingewikkeld balanceren. Ja, nee, ik hoor ondertussen telefoon. Ik hoor het ook. Ja, het was niet de mijne. Dat is gezellig. Ja, de lobby, de christelijke lobby, ja. Belt meteen al. Ja. Nou, weet je wat ik spreek ze graag. Ze sturen mij regelmatig ook allerlei nare boekjes en teksten en dat soort dingen. Dus ze kennen me wel. En wat 2 weken geleden of zo was in de Groene Amsterdammer ook een artikel, dat ging heel erg over deze lobby. En daar werd ook heel duidelijk de relatie gelegd vanuit die lobby naar bepaalde politieke partijen. Zoals Kees van der Staaij, zeg maar ook. Nou, daar werden met name SGP, ChristenUnie en Forum voor Democratie genoemd als partijen die connecties hebben met deze organisaties. Dat is wat er in het artikel stond. Ik kan dat zelf niet zo beoordelen. Maar ik vind het wel kwalijk als dat ver rijdt dat het ook mijn collega Kamerleden betreft. Maar dan moet dan de Pride-beweging, die moet dan meteen de actie ondernemen, ook tegen die lobby en vooral tegen de uitgeverijen die de kinderen, de lesboeken, de studieboeken aanpassen eigenlijk. Dat is toch een soort NSB-mentaliteit dan, vind ik. Oké, dat zijn stevige woorden. Het wordt dus nog erger. Paul. Het wordt nog erger, ja. Ja, ik had ook, want je moet ook wel weer relativeren. Wat je het net over Forum voor Democratie had. Thierry Baudet, die woont bij mij in de buurt in Amsterdam. En die heb ik een paar keer gesproken ook. En ook toen hij nog niet zo extreem was. En ik dacht van, ja, het is wel een charismatisch iemand. En het is zonde van zijn talent dat hij het vergooit eigenlijk. Maar toen hij dus homo tegen Jeroen Vullings zei, Joost Vullings. Joost Vullings zei homo. Een paar dagen daarna zag ik hem op de gracht. Dus ik zei ook meteen homo tegen hem eigenlijk. Ja, omdat het ook een compliment is eigenlijk. Je moet het niet als scheldwoord ervaren. En toen zei hij, begon je zo'n beetje te lachen. Ik zeg, maar je bent toch ook homoseksueel? Toen zei hij, ja, maar wel verborgen, zei hij. Ook wel lachend, maar ondertussen. Maar dus aan de andere kant, denk ik, moeten we als Pride-gemeenschap niet meteen op onze teentjes getrapt zijn. En moet je ook erom kunnen lachen. En vind ik, hoor, maar dat is een persoonlijke mening. En aan de andere kant ook hard toeslaan. Dus die combinatie. Maar dat heb jij eigenlijk ook toch wel. Nou, ik ben het helemaal met je eens. Hè? Dus wat ik net vertelde over dat ik koekjes ging ronddelen, is ook een voorbeeld van, je moet het ook met een knipoog ontvangen en op een positieve manier daar tegengas aan geven. Ja. Maar vergis je niet, hè, de onveiligheid op straat voor LHBTI'ers is hartstikke groot. Ja. 7 op de 10 LHBTI'ers heeft te maken met geweld op straat. Dat is heel veel. Ja, dat is enorm veel. En dat kent verschillende vormen. Bij de politie noemden we dat vaak LHBTI-vijandigheid. En dat kan in een extreem geval leiden tot een mishandeling. Maar dat gaat ook heel vaak over, er wordt voor je op de grond gespuugd als je langsloopt. Wat sissende geluiden, een bierflesje naar je hoofd. Vrouwen die heel vaak dat soort situaties niet herkennen als strafbare feiten. Maar waarbij er wel heel vaak beledigende opmerkingen geroepen worden. En misschien dat een aantal vrouwen in de zaal dat ook herkennen. Hè? Nou, dan heb je nog nooit een echte man gehad. En zal ik even meedoen, dan is het zo over. Dat soort geluiden. En dat laten we heel vaak langs onze gladde jas afglijden. Maar op het moment dat ik mensen sprak die iets hadden meegemaakt, wat dat betreft, konden ze heel vaak exact benoemen wanneer het was, waar ze waren en met wie ze waren. En tegelijkertijd werd het dan afgedaan met van, ja, maar het is al zo lang geleden.
maar het was nog heel helder in de herinnering. Ja. En dat betekent dat dat soort incidenten iets doen op identiteitsniveau. Het gaat over identiteit. Je wordt aangesproken op je identiteit. En daarom komt het zo stevig binnen. Ja. En je ziet dus ook dat veel mensen daardoor hun gedrag gaan aanpassen. Hè? Dus homoseksuele mannen die niet meer hand in hand over straat willen of durven te lopen vanwege deze dreiging. Dus dat is een heel praktisch voorbeeld waarin eigenlijk jouw ruimte afgenomen wordt door mensen die kennelijk iets hebben gemist in hun opvoeding. Ja, nou, dat lijkt me ook erg. Ja, Dami en ik die zijn bijna 50 jaar bij elkaar en wij dat hebben nooit... Serieus? Zeg je? Dat begint al serieus te worden. Ja, het begint nu wel serieus te worden. Moet je er, mag je niet meer naar andere mensen kijken. Nee. Maar wij hebben nooit hand in hand gelopen. Dus, dat is, dus we hoeven ook niet... ineens een stap terug te doen. Want dat hebben we nooit gedaan. Dus dat kan ook. Ja, maar zou het niet leuk zijn om een keer met Dami hand in hand over straat te lopen? Heb je het wel eens geprobeerd? Nou, maar dan zou ik eerder nog zo lopen dan, nog dan hand in hand. Dan denk ik van, ja, dan... Maar Paul, is het een keuze om geen hand in hand te lopen? Of hoort dat gewoon niet bij jullie? Nee, het hoort niet bij ons. Ja, maar dat is iets anders. Ja, dat is ook iets Kijk, anders. Kijk, op het moment dat je het fijn vindt om met je geliefde hand in hand te lopen... Ja, dan moet dat kunnen, en je natuurlijk. Denkt nu, zodra je de straat op stapt, van nou, laten we dat maar niet doen. Nee, want dat we is... hebben geen zin in weer wat naar ons hoofd geroepen te krijgen. In het minst erge geval. Dat zegt iets over de staat van de stad. Ja. En dat zegt iets over een bepaalde sfeer in de stad... Die we niet willen. Nee, en daar moet wat aan gedaan worden. En daar heeft de televisie en überhaupt de media... die hebben daar een hele belangrijke rol in. Mm-hmm. Dat Pride-mensen niet alleen als voorbeeld in uitzending komen... als het misgaat, maar dat je ook gewoon op een normale manier... daarover kan praten. Als u met jou over politiek praat... Ja. dat je ook gewoon dat gewoon meteen erbij kan pakken. Nou, dat is ook zo. Kijk, er is natuurlijk heel veel aandacht gegaan... naar het feit dat ik het allereerste transgender Kamerlid van ons land ben. Het allereerste openlijke transgender Kamerlid. In de wereld misschien? Nee, niet in de wereld. Oh, niet in. Jammer. Ja, ik vond het ook jammer. Ja. Waar is je concurrent? Ik heb ook zo mijn best gedaan om het vorige kabinet eerder te laten vallen. Ik dacht, dan kan ik misschien nog wel net de eerste worden. Maar dat is... Waar is toch... de eerste dan? Waar zit die dan? Ik weet eigenlijk niet waar de eerste is, maar je hebt in Europa hebben we er één in Spanje gehad. Wat veel mensen niet weten, de Belgische vicepremier Petra de Sutter is ook een transvrouw. Oh, ja. Die heeft daarvoor ook al in het Europees parlement gezeten. Dus dicht bij huis was dat al volop aan de orde. En Nederland liep wat mij betreft een beetje hopeloos achter. Ja. Dat hebben we op dit punt in elk geval... gelukkig ingehaald. Maar wat ik belangrijk vind vooral is dat ik zit niet in de Kamer om me alleen maar in te zetten voor LHBTI-rechten. Sterker nog, mijn collega Jeannette van der Laan, die heeft LHBTI-emancipatie in portefeuille. Ja. Ik richt me vooral op alle ingewikkelde problemen in onze digitale samenleving. Dus bijvoorbeeld ook hoe de social media platforms bijdragen aan hate speech en aan discriminatie en aan polarisatie. Ja. Dus op die manier draag ik wel bij aan de belangen van onze community. Maar het gaat, als het goed is, wil je trans mensen ook zien in iets anders dan hun trans zijn. Ja, precies. Nou, maar dat is inderdaad ook goed. Ik moet ook ondertussen de tijd in de gaten houden. Het is 4:15. Zeg je? Het is al 4:15. Dus. Ja. Nou, we zitten goed op schema, mag ik wel zeggen. Want we moeten om 5:00 stoppen vanwege ook de film die er nog aan gaat komen. Ja. Heb jij nog iets op je hart waarvan je denkt van... ja, dat wil ik toch ook nog wel even kwijt. Oké. Ik las ook nog eventjes de vraag... hoe kunnen we nou concreet het veiliger maken voor onze Pride-gemeenschap? Ja. En eigenlijk is wat mij betreft dan ook direct een wedervraag van toepassing... namelijk hoe komt het dat het nog niet veilig is voor onze Pride-gemeenschap? Kijk, ik ben heel erg voor zichtbaarheid. En toen ik opgroeide, toen was Albert Mol... en Jos Brink, dat waren eigenlijk de enige twee rolmodellen die openlijk waren over wie ze zijn, waren. Ja. Nou, ik ook nu hoor. Ja. Ik ben ook altijd open geweest. Bij de KRO zelfs. Ja, ik kan me nog herinneren wat een schok het was dat André van Duin uit de kast kwam. Ja. Ja. Yes. Maar goed, even terug naar jouw vraag. Ja. We hebben nu heel veel rolmodellen waar we naar kunnen kijken die
die absoluut, denk ik, veel doen met hoe we als samenleving kijken naar LHBTIQ'ers in zijn algemeenheid. Laten we zichtbaar zijn, laten we onze eigen veiligheid daarbij niet uit het oog verliezen. En inderdaad, alle mensen, alle onze straight allies, waarvan ik net al zei, hoe belangrijk die zijn voor ons als gemeenschap om echt gewoon veilig over straat te kunnen. Ja, weet je, lesgeven op de scholen, het blijft belangrijk. Inderdaad moet er iets gebeuren tegen de lobby van de reformatorische... Ja, dat je aan de voorkant vecht voor meer vrijheid en dat, dat je aan de achterkant van, alles kapot gemaakt wordt. Ja, maar dat wordt. Kinderen het ook van kinds af aan meekrijgen dat dit gewoon een samenlevingsvorm is en dat dit iets is waar ze in de samenleving kennis mee gaan maken en dat dat de normaalste zaak van de wereld is. Ja, ja, er moet wat mij betreft ook serieus gekeken worden naar de positie die sommige conservatief christelijke scholen hier... hier innemen. Hè. We hebben natuurlijk in de media de afgelopen maanden heel veel incidenten gehoord. Pestgedrag van LHBTI-jongeren, zelfs ook vanuit de leerkrachten. Ouders die moesten verklaren dat ze afstand namen van homoseksualiteit. Al dat soort dingen, die passen gewoon niet in onze samenleving. En die passen zeker ook niet in een school die voor iedereen een veilige omgeving moet zijn. Dus wij vinden ook dat dat echt aangepast moet worden. En dat bijvoorbeeld onderwijsinspectie daar ook serieus op moet gaan controleren. Ja. Ik ga nog even vragen of er nog mensen in de zaal een vraag hebben. Ook een leuke zaal, hè? Zo weer. En wat fijn dat we, dat we ook weer zo dicht bij elkaar mogen zitten. Is het een vraag of denk je even, nou, het is zo helder eigenlijk. Zo heb ik het nog nooit meegemaakt. Dat je... Nee, er zijn verder geen vragen. Maar het komt ook onverwachts ook, hoor. Meestal, ja, zie je, als je een beetje wacht, dan komt het wel... Ik loop wel even naar je toe. Ik hoor wel over de, over de christelijke kerk, maar ik hoor niks over de islam. En ik denk dat daar een heel groot probleem zit wat betreft de acceptatie van homoseksualiteit en andere vormen van pride, waar we het net over hadden. Ja, tuurlijk, bij de islam ook. Maar die hebben geen lobby. Nu stond dit in de krant van de reformatorische lobby. En ik had nog een vraagje. In dit geval zitten er twee dames, dus dat wordt wat lastiger. Maar jij als man ervaar jij nou meer discriminatie dan vrouwen die lesbisch zijn? Nou, vroeger was het altijd zo dat de mannen inderdaad meer discriminatie ervaren. Dat gevoel heb ik altijd, maar of het zo is, weet ik niet. Omdat bij vrouwen waren het gewoon goede vriendinnen altijd. Ja. Als vrouwen elkaar kussen, dan hele goede vriendinnen. Dat klinkt raar, om dat zo te zeggen. Dan zochten ze er niks achter. Want iets ergens achter zoeken, dat is negatief. Raar is dat eigenlijk, hè? Je zoekt, bedankt ook hoor. Ik kan die vraag wel beantwoorden. Oh ja, graag. Ja? Oh ja, ja, je hebt hier, want ik hoor hier ook wel. Oh, ja, wel, hij doet het wel. Hoorden jullie al wat ik zei dan, of niet? Ik doe het helemaal nou, wat voor, ik wilde helemaal zeggen voor niks, is dat ik heb 16 jaar de 24-uurslijn van Roze in Blauw aangenomen. Dus Roze in Blauw is bereikbaar op een apart nummer. En mensen die iets is overkomen in de publieke ruimte of achter de gesloten voordeur, kunnen dat op een hele veilige, laagdrempelige manier melden bij Roze in Blauw. Nou, wat mijn ervaring is dat dat nummer, nou, ik zou bijna zeggen 85-90% gebeld wordt door mannen. En dat mannen inderdaad in de publieke ruimte vaker iets overkomt dan vrouwen. Maar dat sluit ook aan bij wat ik eerder zei, dat vrouwen wel het nodige gebeurt, alleen dat wordt niet herkend als iets wat ze kunnen melden bij de politie. Omdat het gevoel is, nou ja, weet je, het hoort erbij, laat me zitten, moet ik hier nou aangifte van doen? Dan zit ik weer anderhalf uur op een politiebureau. Ik heb voor vrouwen groepen gesproken en de vraag gesteld, wie van jullie is wel eens iets overkomen? En nou, ik denk dat ja, de statistiek die Lisa net noemde, 70% van de handen gingen omhoog. En op het moment dat mijn vervolgvraag was, maar wie van jullie heeft dit gemeld bij de politie, denk ik dat er 10% overbleef. Dus we weten nog heel veel niet. En een van de gevleugelde uitspraken bij Roze in Blauw was altijd, laat ons weten wat er gebeurt, want wat er
niet, wat er wel gebeurd is, maar niet gemeld wordt, is niet gebeurd. Het is wel gebeurd, maar voor de politie niet. Dus laat ons weten wat er gebeurt, zodat we er ook iets mee kunnen. Ik zie een hand van een mevrouw. Ja, ik zie dat je een luide stem hebt, denk ik. Ik zie dat u een luide stem hebt. Oh. Nou, daar loop ik wel even naar je toe. Want dit is wel het fijne van deze zaal. Ja, in december gaat dat weer voorbij. Dat je gewoon hier... En dat je ook denkt van, nou, ik kom niet aan de beurt. Terwijl je dan ook aan de beurt nee, komt. Nee, ik hoef niet. Nee. Ik moet zeggen van... wat u zegt van wat niet gemeld wordt, dat zien we niet. Maar ook, vaak genoeg is er nog dat wat wel gemeld wordt bij de politie... weggeduwd wordt. Als transvrouw heb ik 25 jaar geleden aangifte gedaan. En ik kreeg te horen van doe maar geen aangifte. Want je wordt toch niet geloofd. Nou, ja. En nu doe je geen aangifte meer. Als er nu wat gebeurt, ga ik wel aangifte doen. Maar ja. Nu weet ik waar ik wel moet zijn. Ja. Toen had ik nog niet gehoord van roze en blauw. Nee. Dus de... En ook toen er tijd slachtofferhulp is het nooit genoemd. Nee. En het heeft gewoon zoveel tijd gekost om te vinden van waar je kunt zijn. Ja. En daarom vind ik het ook wel heel erg belangrijk dat je... hier zit als iemand die roze en blauw zo lang heeft vertegenwoordigd. Ja, en roze en blauw blijft nog ook. Dus dat is er wel dat er een vooruitgang is te constateren eigenlijk in de loop ja. der jaren. Dat je wel gehoord wordt nu. Ja. Toch? Ja, en uiteindelijk heb ik afgelopen jaar ook alsnog met hulp van... mensen van rood en blauw en slachtofferhulp alsnog bij het schadefonds een claim in kunnen dienen. En die is erkend. Oh, nou. Dus uiteindelijk ja. heb ik toch wel de erkenning gehad. Ja. Maar ja, strafrechtelijk is diegene niet vervolgd. En dat blijft gewoon heel erg ja. wringen. Ja, je kan je uiten. Ik vind het onwijs dapper dat je dit hier nu met ons deelt. Ik denk dat je daarmee niet alleen jezelf erkenning hebt gegeven... maar ook alle andere transvrouwen die vergelijkbare dingen hebben meegemaakt... die je hebt meegemaakt. Dus dat vind ik ja. heel mooi. Dank je wel daarvoor. Ja, bedankt. En het is, we horen het veel vaker, Paul, dat mensen, LHBTI'ers, trans mensen, niet het gevoel hebben dat ze begrepen worden door de politie. En dat ze zich daar dus ook niet veilig voelen. Terwijl de politie natuurlijk bij uitstek een plek zou moeten zijn waar je ook als LHBTI'er veilig moet kunnen voelen. Daarom vind ik het ook belangrijk dat Roze in Blauw, dat bestaat al een hele, hele lange tijd, doen ontzettend belangrijk werk. Maar alle politiemensen die werken voor Roze in Blauw, die doen dat in hun eigen tijd. Dat is vrijwilligerswerk. Oh. En daar moeten we echt van af. Die mensen moeten daar gewoon voor ingeroosterd worden. Dat moet gewoon een formeel onderdeel zijn van de dienstverlening van de politie. Dat kan en moet echt beter, wat mij betreft. Ja, maar dat is wel het voordeel dat jullie elkaar nu kennen dankzij Coming Out Velsen. Dat wat jij meemaakt, dat je dat door kan geven aan de Tweede Kamer. En dat Wilders daar dan op kan reageren. Dat zal hij ook doen. Ja. Nou, de lijntjes zijn kort inderdaad. En dank je wel inderdaad voor jouw ja. bijdrage. Ik weet inderdaad ook vanuit diezelfde roze in blauw praktijk... dat transvrouwen ook een hele kwetsbare groep zijn. En wij worden op de... Wij? Hoe je mij nou? Ik ben nog maar een halfjaartje weg, hè, dus het blauwe bloed stroomt nog een beetje... Maar het klopt inderdaad dat ook wij regelmatig gebeld worden op die lijn, op die piketlijn. En ik zal je het nummer straks ook geven. Zet het gewoon in je telefoon. Dan heb je altijd een directe lijn, 24 uur per dag, met iemand van Roze in Blauw. Dus dan is de drempel laag om iets te melden.
Maar goed, we krijgen ook inderdaad regelmatig meldingen van transpersonen, waarbij het dan vaak toch gaat over transvrouwen die in de publieke ruimte en in hun woonomgeving veel overlast ervaren. Ja, ja. En het maakt niet uit of iets al lang geleden is. Je kan ook met iets komen van 10, 20 jaar geleden bij Roos in Blauw. Zeker, natuurlijk. Ik bedoel, Roos in Blauw zal altijd een luisterend oor geven. Roos in Blauw is ook politie. En politie gaat over strafrechtelijke aangelegenheden. Dus als er zaken spelen van heel veel jaren terug, waar je strafrechtelijk nog iets mee wil, dan ja, zal ook de vraag gesteld worden hoe het komt dat je daar zo lang mee gewacht hebt. Ja. En dan gelden er soms ook nog wat termijnen die afgelopen zijn, even afhankelijk van wat er dan gespeeld heeft. Maar het luisterende oor is er altijd. Nou, je kan altijd dan bij jullie terecht, dat is het fijne. Ja. En ook in de politiek. We gaan, jullie mogen straks in die prachtige stoelen gaan zitten. Want dan gaan we... Wat zeg je? Oh, nog een vraag. Oh, hier nog een vraag. Ja. Ik kom wel even bij je, want... Dit is nou net een rij. Kijk, die rij moet eigenlijk ook nog weg. Zo, die eerste rij. Een vraag aan Lisa. Want hoe lang heeft het dan voor jou geduurd voordat je in transitie mocht? Nou, ik heb mezelf heel lang tegengehouden om de stap te gaan nemen. Terwijl ik tegen beter weten in natuurlijk... tegen beter weten in deed ik alsof ik een man was. En ik ben rond mijn 40ste in transitie gegaan. En dat is, nou, als ik nu zeg hoe lang geleden dat is, dan weet je precies hoe oud ik ben. Maar ik ben nu 49. Dus het heeft heel lang geduurd. Het heeft voor mij heel lang niet veilig gevoeld. Ik heb ook een tijdje echt zo hard mijn best gedaan een mannenleven te leiden, dat ik ging geloven dat het ging lukken. Maar dat deed het uiteindelijk niet. Dus ja, mijn advies is ook, wees eerlijk in de eerste plaats naar jezelf. Als je dit soort gevoelens hebt, en zoek een manier om daar met mensen over te praten. Want als je erover praat, dan kun je voor jezelf ook ontdekken van ja, wat klopt nou? En wat moet ik ermee? Ja, want hoe bent u dus zelf dan achtergekomen dat u in het verkeerde lichaam bent geboren? Nou, ik wist dat als kind eigenlijk al niet zo heel concreet, maar ik had altijd het gevoel, er klopt iets niet. Er wordt hier iets van mij verwacht wat ik niet zo goed snap. En toen de puberteit kwam, dat doet dan ook van alles met je lichaam. Ja, mijn puberteit ging mij ergens heen brengen waar ik helemaal niet wilde zijn. Dat vond ik zo intens en overweldigend dat ik eigenlijk een soort van, hoe moet ik dat zeggen, uitgecheckt ben. En maar net heb gedaan alsof dat lichaam niet bestond. En wat ik net zei, dat kun je eventjes volhouden, maar uiteindelijk natuurlijk niet. Is dat duidelijk? Ja, dat is heel duidelijk. Maar zit je er zelf ook mee of niet? Nou, ik ga wel de transitie aan. Oh ja. Maar hoe oud ben je dan? 22, 4 dagen geleden geworden. Zeg je? 22 jaar, 4 dagen geleden jarig. Oh, nou gefeliciteerd nog. En op welk moment besloot je om de transitie aan te gaan dan? Ik ben 4 maanden recentelijk juist voor uitgekomen eigenlijk. Ja. En ja, het begon vroeger eigenlijk al toen mijn zus me vroeg of ze me echt mocht opmaken en mocht kleden als een meid. En toen zei ik al per direct ja, vanaf dat moment wist ik het eigenlijk wel op. Oh ja, en je ziet er verder ook niet tegenop? Nou, eigenlijk niet, nee. Nee, nou wat leuk, zie je, zo kan het ook. Dat is echt velsen. Ja, bedankt. Nou, Maria Lust en Lisa Verginneke, jullie mogen hier zitten, bedankt. En jullie kunnen, we gaan jullie er ook nog wel bij betrekken. Bij de rest van de middag. Oh, dat is ook goed daar. Ja, want daar heb je ook drank. Ook. Tenminste, drank. Het is ja, spa. Ja, ja. En ben jij ook familie van Verginneke, professor Verginneke? Nou, niet in directe zin, nee. Oh, maar, nee. Maar zijn reputatie is me heel bekend. Oh ja. Ja. Ja, dat is ook wel leuk als er ook dingen blijven liggen in de zaal. Dat ze denken van, maar wie is dan professor Verginneke? Dat... Wat is dit dan? Ik heb mijn woonkamer meegenomen. Oh. Oh, nu krijgen we intermezzo, hè? Toch? Want wat ga je zingen? Ik heb ook de afstandsbediening meegenomen. Nee, ja. Ik ga het even allemaal vertellen ook, ja. Oh ja. Ik heb een heel verhaal, joh. Oh, nou mooi. Ze zijn nog niet van me af.
Nee. Nou, veel succes dan. Dank u. Ja. Kijk, hij doet het. Nou, ik had het net al heel kort verteld. Sta je ook zo lekker met die afstandsbediening? Ik ben dus Zoe Gerritsen. En ik ben hier als trots ambassadeur van Stichting Regenboog Loket. Op het shirt, ja, heel trots op. En ja. Dus ja, ik kom hier wat vertellen. Want ik heb namelijk een nummer geschreven. Want ik maak muziek, ik schrijf liedjes, Nederlandstalig. En dit liedje heb ik geschreven voor Stichting Regenboog Loket. En hij heet Waarom. En dit liedje gaat eigenlijk over mijn ervaring met het uit de kast komen. Ik had het net al kort verteld. Dat ik eigenlijk positieve reacties heb ontvangen op mijn coming out. Maar op het moment dat je erachter komt dat je op vrouwen valt, is dat stukje zelfacceptatie, wat er van tevoren allemaal bij komt kijken, niet helemaal makkelijk. En dit liedje gaat eigenlijk daarover, over dat moment. En ik wil hem heel graag aan jullie laten horen. Dat ga ik ook doen. Maar ik wil ook nog wat anders vertellen, want ja, ik heb niet voor niets mijn tv meegenomen. Want wij hebben hier ook een videoclip opgeschoten. En ik weet dat er ook een aantal figuranten die hebben geholpen nu ook in de zaal zitten. Dus dat vind ik superleuk. Top dat jullie er zijn. Want vandaag is dus de wereldpremière van deze videoclip. En jullie zijn erbij! Ik dwaal rondjes in mijn hoofd. Mijn gevoel probeert te spreken, maar mijn lichaam voelt verdoofd. Ik probeer het te vergeten, want ik zie beren op de weg. En hoe moet ik dit bespreken en hoe gaan die beren weg? Dat wil ik weten. Waarom trilt mijn stem als ik zeg dat ik van haar hou en niet van hem? En van haar, niet van haar, nee. Ik tel de druppels op het raam, ze bewegen naar beneden. Ik kan niet meer alleen staan. Wie kan mijn hart helen, want mijn liefde doet niets kwaad. Het is er om van te houden, ik wil geen donker en geen haat. Ik wil licht en je vertrouwen. Waarom trilt mijn stem als ik zeg dat ik van haar hou? Ik van haar hou en niet van hem. En waarom ben ik bang dat ik niet geaccepteerd word, dat ik niet mag houden van haar? Wil mijn stem als ik zeg dat ik van haar. Dankjewel. Super bedankt. Ik wil iedereen bedanken die mij heeft geholpen deze videoclip mogelijk te maken. Iedereen super bedankt. Ja, echt, ik ben enorm blij.
heel erg trots ook. En ik mag jullie ook vertellen dat in december dit allemaal officieel uitkomt. Dus hou Regenboogloket in de gaten. En ja, ik kan eigenlijk niet wachten op dat moment. En ik wil jullie allemaal heel erg bedanken. En ik hoop dat jullie, net zoals ik, heel erg genoten hebben. En mochten jullie nou nog vragen hebben of even met ons willen praten, want ik ben niet alleen vandaag namens het Regenboogloket. Wij zijn straks na de show in de foyer en dan kun je ons even aantikken, even praten en nou, graag. En ik hoop jullie straks nog even allemaal te zien. Bedankt. Joy Gerritsen. Bedankt. Nou, wat leuk dat we je al net geïntroduceerd bent en nu een prachtig lied. En nou, fijn. Ja, ja, nogmaals mooi. Bedankt. Ja, ja, mooi. Ja, ja, hartstikke top. Leuk. En we gaan dan, ik vraag op het toneel Marijn Baggerman en Frank Cornet. Of ja, zeg ik Cornet of Cornet? Cornet. En Monseigneur Schoon. Bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. Ja. Nou, mooi. Mooi gezelschap. Jullie hebben allemaal een christelijke achtergrond eigenlijk, hè? Want jij ook, want jij hebt op welke school gezeten? Ja, mijn middelbare school was een streng reformatorische school, het Gomarus. Dat is dezelfde school die ook het afgelopen jaar nou ja, uitgebreid in het nieuws is gekomen. Met de coming out, zeg maar. Met coming out. De negatieve sfeer. Slechte veiligheid voor de, als je anders was. Hebben eigenlijk naar buiten gebracht. Ging dat met jou? Want heb je persoonlijke coming out gehad eigenlijk? Dat je het zelf dacht van, ik zit zo in elkaar. Mm-hmm. Dankjewel. Nou, wat aardig. Ja. Service. Ja. Dat is ook wel leuk bij Wilders, als je dat daar ook... Nee, ik ben zelf christelijk opgevoed, streng christelijk. Dus dat was elke zondag naar de kerk, 2 keer. Bidden voor je maaltijden. Dus dat was mijn achtergrond eigenlijk. Dus ik heb 2 broers en 2 zussen. Grote familie. En we gingen allemaal netjes tot ons 18e naar de kerk. Dus mijn coming out was niet, zoals je voor kan stellen, niet het meest fijne onderwerp thuis. Wanneer voelde je het bij jezelf? Of ja, dacht je bij jezelf van, ik val op jongens? Ja, toen ik eigenlijk naar de middelbare school ging, klas 1, daarvoor heb ik er geen moment over nagedacht. En toen kwam ik als brugpieper aan en toen werd ik eigenlijk in de eerste paar weken al homo genoemd. Ik wist het woord zelf niet. Ik kende het woord ook niet. Het werd ook thuis nooit over gehad. Ging je het ook niet opzoeken dan? Toen wou ik het op gaan zoeken thuis. Maar wij hebben gefilterd internet. Clicksafe heet dat. Nog erger. Ja, dat is een reformatorische organisatie die pakketten aanbiedt voor dus deze gelovigen. Die kunnen ze kopen en dan filtert dat eigenlijk alles wat niet past binnen de Bijbelkaders, zeg maar. Oh. Dus dan heb je het over, noem maar op. YouTube werd ook geblokkeerd. Wapens, gewelddadige games, gewelddadige video's, films, sites, bioscoopsites werden geblokkeerd. Homoseksualiteit als onderwerp werd ook geblokkeerd. En dat is nog steeds in zwang ook, die Clicksafe bestaat nog steeds. Clicksafe. Je hebt verschillende standen. Inmiddels zijn mijn ouders... daar ook al in. Inmiddels zijn mijn ouders naar een iets lichtere stand. Oh. Maar ik woon niet meer thuis, dus ik heb er geen last meer van. Maar je hebt nog wel contact met je ouders? Ja, nu weer wel. Eigenlijk zou het ook wel goed zijn, een Pride... filter eigenlijk. Dat je alleen de leuke homo's ziet. Ja. Ik ben helemaal voor. En de discriminatie eruit had. Maar je ouders zijn naar een lichtere versie gegaan. Ook door jou. Mijn zus is voor mij uit de kast gekomen. Dat was leuk voor ze. Ja. Ik denk
Die kwam eerst uit de kast, je zus. Ja, mijn zus valt op vrouwen. Ik was toen denk ik... denk ik 15. Toen was zij 19, 20. Oh. Dus toen is bij mij ook het balletje meer gaan rollen. Toen besefte ik het van mezelf eigenlijk. Maar hoe reageerden je ouders dan op je zus die uit de kast kwam? Ja, bij mijn zus reageerde... Ik weet eigenlijk niet hoe ze exact gereageerd heeft. Dat werd een beetje buiten ons gehouden. Mijn zus heeft het ook mij moeten vertellen, zeg maar. Mijn ouders wilden dat niet aan mij vertellen. Ze vonden mij nog te jong voor het onderwerp. Nou, ja. Little did they know. Dus toen ik zelf uit de kast kwam, eigenlijk als tweede... Maar ze aanvaarden, die zus, ik moet even afronden, ze aanvaarden het wel. Ja, ze accepteerden er. Alleen, ik zeg altijd, er is een verschil tussen accepteren en supporten. Ja. En kijk, support kan je niet van iedereen verwachten. Hè? Iedereen heeft zijn eigen moreel en eigen mening erover. Maar acceptatie op zijn minst van je kind is wel het minste wat je kan verwachten eigenlijk. Ja, en maar dat was wel hort en stoten. Ja. Uiteindelijk wel. Maar niet uitgestoten, want die heb je ook. Nee, gelukkig niet. En toen kwam jij dus? Ja, als tweede uit de kast. En hoe leidde je het in? Leidde je het via je zus eigenlijk in? Wel. Ja. Het was een heel mooi bruggetje. Maar ik was toen... vonden jullie leuk, hè? Van, hoe heet je zus? Christa. Dat vonden jullie wel leuk, hè? Van Christa. Ja, ik was toen op vakantie. Toen dacht ik, ja, nu moet ik het wel gaan vertellen, deze vakantie. En toen had ik het een beetje, oh, hoe reageerde hij nou precies op Christa? Toen zij het vertelde. En toen vroeg mijn moeder aan mij, heb je die gevoelens ook? Ja, toen brak ik helemaal. En toen rende ik naar boven eigenlijk. Oh. En toen kwam mijn moeder achteraan en toen... Het eerste wat ze zei, ik kan er nu wel anders om nadenken, is wat heb ik fout gedaan? Ja, ja. Ja, omdat het tweede hè, van mijn twee van mijn vier, vijf kinderen ook anders zijn, ook zo zijn. Toen dacht, ja, je hebt niks fout gedaan, jij hebt ons gemaakt. Dus ik bedoel, ik kan er ook verder niet heel veel aan veranderen. Dat was gewoon voor haar ontwetendheid vanuit haar. En toen, maar dat is niet gemeen, dat is meer... Dat je zo in die richting christelijk bent opgevoed. Ja, dat je de schuld bij jezelf zoekt en niet wel, bij jou. Eigenlijk wel. Ze zien het echt als zonde. En als je dan zonde... Er zit schuld achter natuurlijk. Ja. En toen, maar toen heb jij dus gezegd van... Nou, maar dat ligt helemaal niet aan jou. Ik ben het gewoon. Mm-hmm. En, ja. Maar zij stond zij ook niet onder druk van je vader dan? Mijn vader heeft er tot begin het jaar niks over gezegd. Ik ben nu 21, ik was 15 toen ik uit de kast kwam. Dus het heeft 6 jaar geduurd. Oh, en toen, nu wel? Na begin dit jaar kwam het artikel, het NRC-artikel uit over het Gomarus. Ja. Ja, toen kwam er zoveel media-aandacht, toen moest mijn vader wel iets zeggen. Toen was ik onderweg naar Op 1, de talkshow. En toen belde hij me in de taxi en toen zei hij iets in de trant van... Het is vast moeilijk voor je geweest, weet dat ik achter je sta... Oh. Ja, dat was... Maar is ook wel weer ontroerend. Ja, dat was wel... Ik zat in mijn eentje in die taxi, helemaal op de zenuwen, van de zenuwen. En toen belde hij me en toen was het wel... was fijn. En heb je dat in Op 1 gezegd ook? Dat je... Nee, ik heb bewust gekozen om mijn ouders eigenlijk overal buiten te houden. Ja, ik bedoel... want het ging over school eigenlijk. Ja, daarom. Want de schoolleiding die wilde... die heeft jullie zelf geout eigenlijk, hè? Mij persoonlijk niet. Even kort voor mensen die niet misschien denken, hè, Gomarus. Dat was mijn oude middelbare school. Daar dachten eigenlijk leraren en leerlingen negatief over homoseksualiteit. En dat lieten ze duidelijk merken. Op elke middelbare school wordt er gepest. En als je anders bent of je wijkt af van de norm, dat is... Hè, dat valt gewoon op en dan word je gewoon gepest. Dat is niet oké, is niet goed, maar het gebeurt. Het verschil hier is dat de leraren het gedrag niet corrigeren en ook meelachten als je voor homo wordt uitgescholden. Ja, je kijkt op tegen de leraar als 15-jarige puber. Ja. En als die dan dat gedrag in stand houden, dan denk je, ja, het zal wel aan mij liggen. Ik zal wel fout zitten. Ja, maar door die publiciteit... Ja, toen zijn 3 van mijn vrienden in die tijd inderdaad gedwongen uit de kast moeten komen bij hun ouders. Dus ze moesten in een kamertje komen, deur op slot. En eigenlijk was de boodschap, ja, je ouders staan beneden, vertel het ze maar.
Nou ja, ze waren er alle drie niet klaar voor. Het ergste wat je kan overkomen is je, als je niet op je eigen tijd uit de kast kan komen. Ik ben zelf ook tegen het hele concept uit de kast komen. Goed, dat is een andere discussie. Dat is een van de ergste dingen die je kan overkomen als jonge LHBTI'er. Ik was toen gelukkig al uit de kast voor mijn ouders. Dus ze konden mijn ouders vrij weinig maken. Ja. Maar hoe reageren die ouders daarop? Ja, niet dan? Goed. Eén meisje mocht geen contact met ons hebben. Die was al, we waren eigenlijk haar enige vriendengroep. En haar ouders dachten dat wij haar gay hebben gemaakt. Dus toen mocht ze geen contact met ons hebben. En er werd ook gecontroleerd dat ze dus niet met ons mocht praten in de pauzes. En, oh. Ja. En, die, en heb je nog contact met die jongens en meisjes? Ja, die vriendengroep is eigenlijk altijd wel gebleven. Ook omdat we zoveel dingen hetzelfde hebben meegemaakt eigenlijk. En toen begin dit jaar, dus het NRC natuurlijk uitkwam, is eigenlijk die band weer sterker geworden. Van, oh ja, ja, dat hebben we allemaal meegemaakt. Waarom? We hebben het eigenlijk nooit meer echt zo over gehad met z'n allen. En nu moesten we wel. En zij staan ook stevig in hun schoenen ook? Want die ouders hebben het nog steeds niet aanvaard. Nu wel meer. De een heeft geen contact meer met haar ouders, helaas. Ander weer wel, dus dat is per verhaal een beetje verschillend. Maar ja, het was niet hun plek, de school, om dit van hen af te pakken. En hebben die ouders onderling dan geen contact? Ik kan me voorstellen dat jouw ouders, dat is dan een soort grensgeval. Die hebben jullie wel, hebben jou wel aanvaard en je vader uiteindelijk ook. Toch, al heeft het dan heel veel jaren geduurd. Maar ik raad dan nooit, ja. Ja, maar jouw ouders zouden dan weer een mooi intermediair kunnen zijn met de ouders van die anderen. Ja, ik zou het ze voorstellen. Ja. Nee, het is nooit zo. Hun hebben nooit contact met elkaar gehad of zo. Nee. Ik weet wel dat mijn moeder toen een soort van christelijke cursus is gaan volgen. Hoe je om moet gaan met je homoseksuele zoon. Oh ja, een christelijke cursus. Weet je, ze probeert het en dat vind ik al heel mooi. Ja. Ja, want dat was de eerste stap die ze deed vanuit de cursus. Eigenlijk wel, ja, want ze wist er zelf ook gewoon heel weinig van. Het is bij haar opvoeding ook nooit een ding geweest. Maar ik vind het wel mooi dat ze dat doet. Zeker. Maar wat heeft ze geleerd dan van die christelijke cursus? Nou, stoppen met homofilie zeggen, dat vond ik al heel fijn. Ik vind, dat merk gewoon, ik af en toe ook, gewoon het woord flikker, homofilie. Flikker vind zeggen. Ik, ja, nou, nee. Homofilie vind ik echt een heel vies woord. Ik heb er een negatieve associatie bij. Dus daar stopten ze mee, dus het was me nu homoseksueel. En toen vroeg ze een keer, hoe wil je nou eigenlijk dat ik het over heb? Ik zou zeggen gewoon gay. Ik zeg dat zelf ook. Ja. Oké, gay. Wat betekent dat dan precies? Nou maar dat is wel aandoenlijk, vind ik toch. Dat je door jou ook, dat je ouders dan op het goede spoor komen. Nou, dat. En dus mijn moeder probeert het dan wel. Ja, en bij welke lessen is ze nu? Eigenlijk? Weet ik, volgens mij is ze klaar. Oh, ja. Nee. Volgens mij is kun je een diploma krijgen. Ja. Certificaat, ik kan omgaan. Nee. Ja. We hebben het. Ja, ook een soort QR-code dat je dan overal. Ik ben accepterend. Ja. Nee, we hebben nu eindelijk de gesprekken die ik had willen voeren toen ik 16 was. Ja, maar ja, goed, je straalt je. En, dank je. Ja, en je hebt. En soms is het ook helemaal niet erg om dingen mee te maken eigenlijk. Of om, om je uitgestoten te voelen. Als het maar weer terugkomt. En je bent strijdbaar daardoor geworden. Het heeft me wel gevormd tot de persoon die ik nu ben. Ja, ja, dus dat is ook het mooie. Dat je ook niet hoeft te klagen eigenlijk. Van nou, zo moeilijk. Dat, wel de kinderen die verstoten zijn eigenlijk. Ja. En die misschien ook wel daarna weer hun ouders verstoten. Ja, dat kan ook. Dat kan ook, ja. Jij bent van de. Ja, dat klinkt. Ik wil helemaal niet zo'n rare overgang maken van de ChristenUnie. Maar. Jij bent Frank, zou ik maar zeggen. Ja. Hè? Frank. Want zeg maar Frank. We zouden elkaar tutoyeren ook. Frank, herken je zo'n verhaal? Nou, van mezelf niet. Tenminste. Bedoelt dat jij niet uit de kast gekomen bent? Nee, nog steeds niet. Nee. Nee. En het zit er ook niet aan te komen. Nee, maar wat ik. Ik ben in een andere geloofsgemeenschap opgegroeid. Hè, waar homoseksualiteit gewoon helemaal geaccepteerd werd. Dat vanaf
kinds af aan waren er bij ons in de kerk openlijk homoseksuele stellen. En ja. Dat werd helemaal geaccepteerd. Ja. En we hebben op een gegeven moment gespreksgroepen gehad over in liefde trouw zijn. Dat was toen een rapport van de synode waarin juist deze thematiek centraal werd gesteld. En in alle openheid werd daarover gesproken. En daardoor denk ik dat onze gemeenschap misschien een paar jaar vooruit liep in de acceptatie, zal ik maar zeggen. Ja, dat is mooi. Wat vond je het meest aangrijpende van deze middag tot nu toe? In de aanloop hier naartoe, wat mij het meest bezig hield, was ook trans personen. Dat trans issue had ik voor mezelf, was ik daar gewoon nog niet uit van hoe verhoud ik me daar nou toe? Hè? Ik ken zelf niet persoonlijk trans personen en dat. Maar door je dan zo erin te verdiepen en dan ga je toch, je leert er weer heel veel van. Ja, en ja. Je verwerpt het niet. Zo zit ik niet in elkaar. Hè, eerst maar eens kijken van, over wie gaat het? Ja. En wie is de mens daarachter? En ik denk dat dat altijd het belangrijkste is. En dat vind ik ook, als je kijkt naar politiek, vind ik dat belangrijk van... accepteer elkaar en dat stop met etiketten plakken. En zo hoop ik ook dat gestopt wordt met plakken van etiketten op christenen. Van christenen zijn per definitie tegen LHBTI. Nee, dat ligt allemaal veel opener. En net zoals LHBTI, ook de Pride gemeenschap... ook een heel diverse gemeenschap is. Nou, zo is de religieuze gemeenschappen zijn dat ook in die zin. Ja. Dat is heel mooi. Ja. En ben jij in de ChristenUnie een eenling? Of zijn er meer mensen die zo denken? Ik ben daar zeker geen eenling in. Er zijn veel meer mensen die er zo in denken. Wat we wel belangrijk vinden is dat je elkaar accepteert, kan accepteren. Dat het gaat over inclusiviteit. En dat het moet het nou altijd gaan over de LHBTI? Dat zijn wel eens de vragen die gesteld worden. Kunnen we niet gewoon veel inclusiever maken in de maatschappij? En dat we met elkaar de maatschappij een stuk mooier maken, waarin iedereen tot zijn recht mag komen. Of je nou wit, zwart, moslim, christen bent. Dat we met elkaar daaraan werken, of dat je homo of lesbisch of trans bent, en dat je met elkaar gewoon mag zijn wie je bent. Ja. Nou, dat daarom vind ik Pride ook erg mooi. Ik deed me meteen denken aan het nummer van U2, In the Name of Love, en dat gaat over Martin Luther King. Ja. Een zwarte dominee die zijn droom had en helaas, en dat komt in dat nummer ook voor, op 4 april vermoord werd. Pride voor iedereen. Nou, dat is wel mooi dat we toch op deze middag dankzij Maria Lust de term Pride als nieuwe naam voor de LHBTI. Nou, voor iedereen. Voor iedereen, ja. Nou kom jij in het geweer. Dat is zeker. Ja, ik loop even naar de interruptiemicrofoon, zoals dat dan heet. Ik wil heel even reageren op de opmerking die Frank net maakte over dat er heel veel accepterend, een grote accepterende houding is ook in sommige kerken. Dat is absoluut waar. Dus ik vind het ook heel belangrijk om dat te benadrukken. Ik sprak net best wel stevig over de conservatief-christelijke anti-LHBTI-lobby. Dus dat streepje onder conservatief moet daar zeker staan, want ik weet ook, er zijn heel veel kerken, heel accepterend. Er is ook door de PKN, de koepel van protestantse kerken, zijn er ook liturgische handreikingen gemaakt van hoe ga je nou om met een transpersoon die de nieuwe naam wil inzegenen. Nou, al dat soort ontwikkelingen zijn er ook. Daar ben ik heel blij mee, want ik denk ook dat als je transpersoon bent en je bent gelovig, moet je ook in de kerk steeds een veilige plek kunnen blijven houden. En ik zou ook hopen dat de accepterende kerken ook stelling durven en zullen gaan nemen tegen die conservatieve broeders en zusters. Want het is ook in het belang van de kerk dat die toegankelijk blijft voor iedereen. Ja. Nou,
Vera Bergkamp zou zeggen van, maar wat is uw vraag? Maar die is er dat, niet. Dat zou ze inderdaad zeggen, maar ik wil dit nog even aan het verhaal toevoegen. Nou, mooi. Oh, nog een, ja. Ja, je hebt je eigen microfoon nu. Oh, god. Oh. Kijk. Dat is echt iets voor een trans. Mooie reflex van Lisa. Nee, dat is echt iets voor een transpersoon. Maar je moet er tegenwoordig meteen bij zeggen, dat is humor. Zo, snap je? Anders denken de mensen kan wel wat van wat een discriminatie. Nee, waar ik nog even op wilde inhaken, is het verhaal van Marijn. We hadden het net even onder onsje over dat op het moment dat wij als Pride-gemeenschap en alle letters in dat alfabet... Het is een proces en het duurt voordat we zelf op het punt zijn. En Lisa heeft dat zelf ook naar aanleiding van haar persoonlijke situatie geduid. Dat geldt ook voor mij. Voor mij is het ook een proces geweest voordat ik mezelf durfde aan te kijken en hardop durfde te zeggen, volgens mij zit het anders bij jou, Marja. En op het moment dat ik dan zo ver ben, en het klopt hoor, wat Marijn zegt, van nou, het is niet de bedoeling dat op het moment dat je daar nog niet klaar voor bent als LHBTIQ'er om uit die kast te komen en je wordt daartoe gedwongen, dat kan heel schadelijk zijn. En op het moment dat we er klaar voor zijn en we komen uit de kast, dan is het ook vaak een uit de kast komen van ouders en van grootouders en de omgeving van de persoon. Ik was er klaar voor, maar ik kom niet uit een religieus gezin, maar wel uit een heel traditioneel gezin. En mijn moeder was hier ook niet klaar voor. Nee. Zij was niet opgegroeid met zelfs de gedachte dat dit een optie zou zijn. Dus wij hebben daarin ook wel de nodige gesprekken moeten voeren. En ook haar heb ik wel eens de suggestie gedaan van, er zijn nog veel meer ouders van homoseksuele kinderen. Zou je daar niet eens mee willen praten? En ze gaf maar steeds aan dat ze teleurgesteld was. En mijn vraag was dan, maar waar ben je dan precies teleurgesteld over? Wat ze niet zo duidelijk kon benoemen. Maar goed, zowel Ellie als mijn conclusie en nou ja, gedachtegang daarover is geweest dat zij een heel traditioneel beeld had van haar dochters. Wij zouden een leuke jongen ontmoeten, we zouden een verkering krijgen, we zouden gaan trouwen, we zouden kinderen krijgen. En dat beeld was in één keer in haar beleving aan de kant geduwd toen haar dochters uit de kast kwamen als lesbisch. En jullie kwamen tegelijk ook uit de kast? Nee. Ik was een jaartje eerder dan Ellie. Dus toen dacht ze, nou, ik heb er nog één over in ieder geval. Daar was alle hoop op gevestigd natuurlijk. Maar goed, onze lesbische broer heeft dat goed gemaakt. Dus er is een kleinzoon gekomen. Oh, ja. En nu is je moeder helemaal tevreden. Mijn moeder die kijkt al jaren mee van boven. Oh, ja. Nou, mooi. Maar goed, ik wil daarmee alleen even zeggen dat het ook niet zo gek is dat ouders en omgeving ook even wat tijd nodig hebben. Nou, maar dat vind ik ook wel om mooi. Uit hun kast te komen. Ja, maar dat vind ik ook wel mooi. Want ook zij hebben later iets te vertellen. Van Marijn, dat hij dan met een toch streng christelijk milieu, dat die moeder dan toch een cursus gaat volgen. Mooie hoe gaat het met mijn homoseksuele zoon om? En, monseigneur... Ja, zeg maar Dick. Dick, hoe heb jij geluisterd naar deze verhalen en opmerkingen? Meer persoonlijke verhalen, die vind ik zeer indrukwekkend. Dat op de eerste plaats. Het is niet de eerste keer dat ik dit soort persoonlijke verhalen hoor. Maar ik vind ze iedere keer dat ik ze hoor zeer indrukwekkend. En ik realiseer me wat voor strijd er nog te strijden is. Dat op de eerste plaats. Vervolgens denk ik altijd meteen, moet ik me nu gaan verdedigen als christen. Omdat ik weet dat er christenen zijn die heel lelijk doen tegen de Pride-gemeenschap. Dan denk ik, nee, ik moet me extra inzetten om een alternatief om daar te bouwen. Dus dat is mijn kleine kerkje, om dat meteen maar even uit te leggen. Ja, leuk. Ik ben bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk. Dat is een kleine kerk van 5000 leden met 30 kerkplekken in heel Nederland. Oh. Maar een tamelijk stabiele hier in IJmuiden, waar ik vandaan kom. Dus ik ben hier opgegroeid. En omdat het een tamelijk democratische kerk is, zal ik maar even kort door de bocht zeggen, bepalen de mensen zelf wat daar moet gebeuren in die kerk. En dat wordt dus niet ergens ver weg in een buitenland bepaald, zal ik maar even zeggen. Ja. Ik ben dus niet anders gewend dan dat die kerk inclusief denkt, omdat de leden inclusief denken. Wat mooi. En ze hebben een tamelijk niet-historische lezing van de Bijbel. Dat wil dus zeggen, de Bijbel is niet een geschiedenisboek waarin staat hoe God ooit lang geleden mens geschapen heeft, man en vrouw, maar als een programmatisch boek waarin geschreven wordt hoe de mens, waartoe de mens geschapen is, namelijk om als
mannelijk, vrouwelijk, samen te leven en van deze wereld een mooie wereld te maken en te houden. Dus dat is een andere insteek die in andere delen van Nederland, denk ik, op een andere manier beleefd wordt, waar mensen misschien in geslotener gemeenschappen met elkaar leven, waar dan ook zo'n historische kijk op de Bijbel, zal ik maar zeggen, gehanteerd maar wordt. Het is dus eigenlijk ook een flexibele geloofsgemeenschap. Je staat met beide benen in deze wereld en je staat open voor veranderingen en andere opvattingen. Of de leden die bepalen voor een deel ook de richting. Grap, de grap is dat wat ooit begonnen is, nog niet af is. Dus wij zijn onderweg. Ja. En daar hoort dus ook een ontwikkeling bij. Dus wij hoeven niet hetzelfde te doen als in de middeleeuwen, of nog verder terug of zo. Wij kunnen denken, wat zijn de actuele vragen in onze tijd? Hoe halen wij uit de Bijbel dan richtlijnen om daar antwoord op te geven? Of uit de geschiedenis van de kerk. En heeft de oud-katholieke kerk heeft dan een tamelijk traditionele liturgie, maar ook een katholieke liturgie, maar dan toch met grote verantwoordelijkheid voor de leden zelf. En ook een seksuele moraal, mag ik er wel bij zeggen, waar de leden zelf dan invulling aan kunnen geven. Dus ik hoef niet als bisschop te zeggen, u mag dit wel doen in bed met elkaar, maar dat niet. Nee, en dat doen de katholieken wel. De Rooms-Katholieken. Mag je van de Rooms-Katholieken niet in bed doen, bijvoorbeeld? Nee, en dan, dan is het gevolg dat mensen dat toch doen, maar het dan gewoon niet zeggen natuurlijk. Ja. Dus, en die dubbele moraal, daar zijn oud-katholieken niet zo sterk in. Die zeggen als het dan... Nee, de dingen waar je zegt in te geloven, die moet je ook kunnen waarmaken. En anders moet je niet zeggen dat je ze gelooft. Nee, dus de oud-katholieken zijn eigenlijk modern, zeg maar. Alleen als ik zeg oud-katholiek, dan denkt iemand aan oud-gereformeerd. En dat, dat klinkt wel weer heel erg. Ja, maar ja, dat goed. Is dus eigenlijk tamelijk liberaal. Ja, liberaal en katholiek. Jullie hebben nog 5000 leden. En hoe kun je lid worden dan? Nou, meld je aan bij mij, zou ik zeggen. En wat kost dat per jaar? 3% van je inkomen. Oh ja, dat valt mee. Vrijwillige bijdrage. Ja. Nee, heb jij de neiging om tot die groep toe te treden? Nou, ik vind het een heel mooie gemeenschap. Het staat al lang op mijn verlanglijstje om eens een keer een zondagsdienst bij te wonen. Het is hier ook een prachtige kerk. Ik ben daar een keer binnengelopen. Oh. Ik hou ontzettend van de katholieke liturgie ook. Dus dat zit er wel in. Altijd erg ecumenisch ingesteld. Wat leuk. Wat een verbindende middag hebben we toch op die manier. Ja, en, misschien mag ik nog toevoegen. Ik ben lang ook pastoor in Amsterdam geweest. Ik ben hier ook pastoor geweest in mijn eigen, waar ik vandaan kwam. Daarna ben ik pastoor in Amsterdam geweest, lange tijd. En daar zeiden we tegen, als er hetero mensen binnenkwamen die lid werden van de gemeente, zeiden we, er is ook pastorale zorg voor jullie, hoor. Oh, ja. Was in de tijd van Van Kilsdonk nog, of niet? Van Kilsdonk is nog een verhaal apart, maar dat vertel ik een andere keer. Oh. Hij was op mijn wijding. Ik ben bisschoppenwijd in de grote BAVO in Haarlem, de oude BAVO natuurlijk. En hij was daar, want hij kwam bij alle feestjes van de oud-katholiek en we kenden elkaar ook goed. Ja. En hij heeft daar de communie gekregen van de toenmalige pastoor van Amsterdam, die met zijn man in de pastorie woonde, die ook geestelijk verzorger was van het verpleeghuis waar Pater van Kilsdonk woonde. En hij is die nacht overleden. En degene die hem de volgende dag vond, was die pastoor, die oud-katholieke pastoor. Dus het was allemaal wel ontroerend. Ja, heel ontroerend. En hij zat naast mijn schoonvader, Lidwien de vader, een zeer traditionele Rooms-katholiek. Ja. Zeer traditioneel. Maar van Kilsdonk, dat was een van de... het was ook een studentenpastor. Hè? Ik heb hem ook nog meegemaakt in Amsterdam. Ja. Hij steunde ook de hele homo-gemeenschap. Hij kwam bij de homostudenten altijd. En altijd geïnteresseerd. Ja. En enorm geheugen. Als je hem na 5 jaar weer sprak, dan wist hij precies waar het gesprek 5 jaar daarvoor over gegaan was. En hoe snel met je moeder of zo. Dat was een... En het grappige is ook wel dat het geloof... de grenzen tussen geloof en niet-geloof, dat het ook niet meer uitmaakt. Dat je, want ik geloofde zelf heel, nou niet of zo, maar dat hoeft ook niet te melden. Maar dat het allemaal door elkaar liep. Dat de vriendschap eigenlijk en het begrip en de emotie en de empathie, dat die ook via Van Kilsdonk en via de
gelovige mensen en de, ja, de hele, en de dominees ook, dat dat allemaal een soort gemeenschap was. Wat je nu eigenlijk ook deze middag merkt, en ik hou het ook wel de tijd in de gaten, zie je, want is nog ruimte voor één vraag uit de zaal. Het komt dan ook weer heel onverwacht, en dat is ook wel goed, want dan hebben jullie meestal geen vraag. En dan komen we op tijd, want we moeten 4 uur afronden. Ik zei geloof ik net 5 uur, maar het is 4 uur. Heel ver weg, helemaal achterin. Oh, daar. Maar die meneer komt wel naar voren. Oh, maar die gaat juist weg. Oh, is de beveiliging? Dat kan ook. Oh, jee. Dat je denkt van... Oh, die komt naar voren. Oh ja, ik kom er wel even bij. Zo. Oh ja. Het is natuurlijk een fantastisch thema. Heel mooi. Ja. Dit gaat natuurlijk over coming out, over het accepteren, et cetera. Wat ik zelf heel erg jammer vind, is dat wereldwijd steeds meer landen eigenlijk wetten creëren om juist al die groepen weer in kasten te douwen. Het crimineel te maken, et cetera. Ja. Okay. Wat vindt iemand op het podium ervan dat we zo strijden, maar dat je eigenlijk weer terug wordt gezet en de strijd, in mijn gevoel, bijna weer opnieuw gaat beginnen, terwijl je allemaal nog met je eigen verhaal bezig bent of blijft. Ja, nou, dat is een goede vraag. Dan ga ik... En ze hebben die vraag ook gehoord. Ja, want ik zit er al klaar voor ook. Ja, maar het moet wel... Ik ben er nooit zo geneigd om te zeggen, het moet wel kort, maar in dit geval wel, omdat de film wacht ook. Nee, zeker. Dus we moeten ook nog popcorn kopen. Dus ik ben nou, zeg maar, Vere Bergkamp, die dan zegt... Nou, ik zal het kort houden, voorzitter. Ja, graag. Ik deel de zorg van de vraagsteller. Dat is echt een groot probleem. Volgens mij is dit een uitwerking van die anti-LBTI-lobby waar ik het eerder ook over had. Je ziet met het toenemen van bekendheid en zichtbaarheid van de LHBTI'ers dat er aan de ene kant meer acceptatie is en aan de andere kant een hele felle tegenreactie. En we moeten er met elkaar voor zorgen dat dat niet wordt omgezet in wetgeving. Want LHBTI-rechten zijn helaas rechten die je elke dag opnieuw weer moet bevechten en verdedigen. En zo zou het niet moeten zijn. We tellen allemaal mee, we moeten er allemaal gewoon kunnen zijn. Ja, en de Pride-beweging, die moet dan heel sterk worden. Misschien moet er ook een eigen blad komen, toch? Een Pride-blad. En dat iedereen daar lid van wil worden, hetero, homo, dit en dat, zus en zo, van alles door elkaar. En heb jij nog een slotzin? Nou, misschien zou ik u nog een zegen mogen meegeven. Ja, dat is goed. Dat, zo op zondag lijkt me dat mooi. Ja. En het gaat een zegen over, hier bij de zegen, God geeft jou voor elke storm een regenboog. Voor elke traan een glimlach, voor elk verdriet een belofte, voor moeilijke tijden een zegen. Voor ieder probleem een trouwe vriend om je te steunen, voor elke zucht een prachtig lied en voor ieder gebed een antwoord. Nou, mooi. Mag je... In de kerk klap je niet, hè, dan... Nee, zeg je dat... amen. Oh ja, amen. Amen. Ja. En heb jij nog een slotzin? Ik wens diegenen die nog niet uit de kast durven komen, goede moed voor de toekomst. Ja, nou, mooi. En ja, ook applaus. Jij? Ja, stel ik me wel bij aan en... ik wil eigenlijk iets zeggen over wat jij zei. Maar kort, graag. Heel kort. Ik ben Vere Bergkamp. Ja, ja, ja. Het lijkt inderdaad wel hoe activistischer wij worden, hoe stelliger de anderen worden, zeg maar. Hoe erger ze op hun remmen gaan trappen van nee, we gaan niet te ver door. En ik heb het bijvoorbeeld heel erg gemerkt bij... ik heb bij mijn ouders middelbare school aangeklopt van hey, ik wil jullie helpen. Hoe ga je nou om? Hoe kun je in de toekomst dit soort dingen tegenhouden, niet meer laten gebeuren? En wat hun eigenlijk aangaven van ja, maar we vinden het zo activistisch allemaal. We vinden het allemaal van die met spandoeken en dat soort dingen, dat vinden we gewoon te heftig. Een organisatie zoals een COC vinden hun gewoon te activistisch eigenlijk.
Ik zit hier ook als ambassadeur van het Regenboogloket. Een organisatie wat eigenlijk veel minder bekend is, maar een veel, veel minder activistische insteek en veel meer van oké. Okay, want wat doet het regenboog? Ja, we zetten ons eigenlijk in voor de verborgen groep. Dus je hebt een hele mooie grote stichting, COC. Die weten mensen ook echt te vinden. Maar mensen die hebben zoiets van, ik voel me helemaal niet zo thuis bij zo'n label of bij zo'n LGBTI community. Maar ik voel me wel anders. Waar kan ik dan terecht? En dan kunnen ze dus anoniem ook een verhaal doen bij het regenboogloket. En we hebben nu ook een meldpunt ingesteld. Dus voor de leerlingen die nu nog op zulke middelbare scholen zitten. En dat kan ook islamitische scholen zijn. Waar ze niet zichzelf kunnen zijn. Zich niet veilig voelen. Waardoor ze het kunnen melden. En wat Maria ook zei. Als het er niet is of niet gemeld wordt, dan is het er ook niet voor ons. En zo kunnen we inzicht krijgen van hoe groot is het probleem nou eigenlijk. En hoe kunnen ze het regenboogloket bereiken? Een website? Website, sociale media, Twitter, Instagram. Ja, maar het is gewoon regenboogloket.nl? Ja. Dan ben je er. Ben je er eigenlijk wel. En op welke leeftijdsgrens hebben jullie? We hebben geen grenzen. Iedereen is welkom. Dus iemand van 85 die toch denkt... Die ook denkt, het wordt nu wel tijd. Ja, dat mag ook. Ja. Ja. Nee, zeker. Ja, ja. Nou, wat fijn. Ik vraag de wethouder dan weer op het toneel. Ik heb alle vrijheid, ik hoef geen vragen te beantwoorden. Alle vrijheid, nee. Okay. Je bent alle vrijheid. Oh, wauw. Wederom, net als vorig jaar, ben ik onder de indruk van de openheid van alle gasten die we hier op het toneel hebben gehad. En je hoort de stilte in de zaal, zeker bij sommige verhalen. En als het heel muisstil is in de zaal, dan raakt het, dan komt het aan. En dat was bij mij in ieder geval zo. Met name het verhaal van Marijn. Dat je in een omgeving, met een omgeving te maken hebt, wat Marja ook bevestigde, die moet er ook klaar voor zijn. En zijn laatste woorden van het activisme, het duwen, dat lokt weer tegenduwen uit. En dan kom je ook niet verder mee. En dat heb ik echt, dat neem ik mee, van hoe overtuig je nou iedereen? Iedereen is er recht, iedereen het respect hebbend. Dat we toch met elkaar een Pride-gemeenschap zijn. Wat mooi dat mijn vraag van, we moeten daar toch een nieuw woord voor verzinnen, al direct beantwoord wordt. We hebben daar met de zeesluis in IJmuiden meer moeite mee gehad. Dus wat dat betreft top IJmuiden, Velsen, dat we dat zo snel voor elkaar hebben gekregen. Maar die opmerkingen van, als je het dan voor jezelf weet, dan heb je nog met je omgeving te maken en ga daar ook liefdevol mee om. De opmerkingen van, de openheid begint op school, begint in het onderwijs. Dus daar hebben we ook nog een strijd te doen en daar ga ik ook zeker, blijf ik de politiek ook in de Tweede Kamer op aanspreken. En mijn minister van Onderwijs. Daar begint het. En als je daar al een bepaalde toon zet, hoe kan je dan van mensen die nog wikken en wegen en het niet zeker weten, het vertrouwen geven dat het goed is wat ze vinden en wie ze zijn. Want als je van als puber al meekrijgt, het deugt niet wat jij zegt, dan wordt het wel heel ingewikkeld. En gelukkig hebben wij ook hier in Velsen nu de regenboogbrigade. En dat zijn ook mensen die er heel dichtbij betrokken zijn. En die maken al die plannen. Hoe gaan we naar scholen toe? Daar begint de acceptatie. En van acceptatie gaan we naar support. Want dat is ook nog nodig, heb ik van Marijn begrepen. Ik wil... ga maar heel langzaam lopen, dominee. Want ik wil toch afsluiten. En dat heb ik niet afgesproken met Frank. Ik wist het niet en hij weet het niet van mij. Maar ik heb afgelopen vrijdag een waanzinnig mooi gesprek gehad met Johan en Koos. Onze eerste homo-getrouwd stel hier in Velsen. En daar heb ik een gedichtje voor gelezen. En dat raakte mij en ik begreep hun ook. Dus dat wil ik eigenlijk als afsluiting. Ja. Dominee, mag dat? Graag. Okay. Toch ook nog hier voorlezen, omdat ik denk dat het daarom gaat. Liefde interesseert zich niet voor regels of wetten. Liefde laat zich door het verstand het allerminst beletten. Liefde maakt geen onderscheid
tussen mensen, mannen en vrouwen. Liefde vindt alleen geluk in veel van elkaar houden. En dat wens ik ons allemaal toe. Dank jullie wel. Bedankt. Oh, coming out in Velsen. Ja, ik heb twee brillen. Oh, dat is even wennen. Laten vallen in Velsen. Dames en heren, kent u die uitdrukking? Coming out in Velsen. Wat is het toch fijn om uit de kast te komen? Wat is het toch fijn om niets te verbergen te hebben? Wat is het toch fijn om strijdbaar te zijn? Wat is het toch fijn om je geestelijk niet neer te laten sabelen? En wat is het toch fijn om in Velsen en omstreken uit de kast te komen? En misschien zelfs hier wel in de Schouwburg uit de kast te komen. En wat is het toch fijn om naar elkaar te luisteren zoals op deze middag. En wat is het toch fijn om begrip voor elkander te hebben en te proberen om elkander op het spoor van ruimdenkendheid te krijgen. Het is fijn om uit de kast te komen. Maar, dames en heren aanwezigen, voel je vooral niet minder waardig als je niet uit de kast durft te komen. Het is er hele middag ook al over gegaan. Als je ouders of je vrienden de weg naar de vrijheid nog blokkeren. Als je bang bent om alleen te komen te staan, of je nou jong of al op leeftijd bent. Voel je niet schuldig als je het geestelijk gewoon nog niet aan kan. Als je bang bent dat je ouders je verwerpen, dat je vrienden je met de nek aan gaan kijken, of dat je zelf denkt dat je zondig bent. Voel je niet schuldig. En als je je wel schuldig voelt, stop daar dan mee. Elk mens heeft recht op zijn eigen leven, recht op zijn eigen moraal, recht op zijn eigen seksuele beleving, recht op zijn eigen gelijk en recht op zijn eigen toekomst. En als je nog niet uit de kast durft te komen, zeg dan gewoon tegen jezelf: mijn tijd komt nog wel. Als je bang bent voor een coming out, omdat je weet dat je ouders je dan verwerpen, je ouders je bij het vuil zetten, zeg dan tegen jezelf: mijn tijd komt nog wel. Als er op school verwerpelijk over bijvoorbeeld homomensen wordt gesproken, terwijl ze jou aankijken, denk dan: mijn tijd komt nog wel. En jouw tijd zal komen. Is het niet vandaag, dan wel morgen of overmorgen. En wat zul je sterk uit de kast komen. Alle emotionele wegversperringen, die schop je opzij. Je ontdekt krachten in jezelf die je nog niet kende. En wellicht zullen een aantal mensen je verlaten, maar er komen echte vrienden voor in de plaats. Fijn om uit de kast te komen, maar je mag ook nog even blijven zitten. Jouw tijd komt nog wel. Nou en of. Ik wens u een hele fijne voortzetting en een aangenaam etensmaal. Dank u wel voor uw aandacht. En zet hem op. Not just happening.
Yeah.